Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook de mensen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgen. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen, meneer Robben. Goedemorgen. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u om met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Robbe, u bent vanaf 2010 werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van Shell. U was vanaf 2011 Chief Financial Officer, de hoogste man op het financiële beleid, zo zou ik het kunnen zeggen, binnen de NS-directie. Sinds zeer recent bent u überhaupt de hoogste baas van de Nederlandse Spoorwegen. U neemt de rol van president-directeur waar sinds een aantal dagen. In dit verhoor gaan wij een aantal vragen aan u stellen, onder meer over de leasemaatschappij van NS in Ierland. NSFSC wordt het afgekort. Dus eigenlijk Financial Services bedrijf, die uiteindelijk de trein heeft gekocht en heeft geleased aan het bedrijf dat uiteindelijk het vervoer tot stand moest brengen. Dat was HSA. En we spreken met u over de positie van NS en HSA. We komen te spreken over het onderhandelakkoord dat is gesloten. En ook de juridische afhandeling van de treinen, de VIRA zelf, met Ansaldo Breda. Diverse onderwerpen waar wij met u over zullen spreken vandaag. En de eerste vragensteller in dit verhoor is de heer Van Gerven. Ja, meneer Robbe, ik wil beginnen met eind 2010. En dat is al snel na uw aantreden als zeg maar financieel directeur. Dan wordt het duidelijk dat er grote financiële problemen zijn bij HSA, de dochteronderneming van NS, die het vervoer regelt over de hoge snelheidslijn. En eind 2010 wordt in de Raad van Commissarissen, waar u ook bij bent, gesproken over een mogelijk faillissement van HSA. En de Raad van Commissarissen die blijkt nogal verrast te zijn over de slechte financiële situatie van HSA. Waarom was de Raad zo verrast? HSA was al een tijd in moeilijke financiële omstandigheden. Daar waren ook al gesprekken in een eerder stadium over geweest, ook met de overheid. En er was toen een memorandum of understanding is er afgesloten in 2008, waar afspraken waren gemaakt met betrekking tot de financiële stabiliteit van de HSA. Omstandigheden veranderden in de loop van de tijd. Er was ook een economische crisis, waardoor de opbrengsten van HSA, de verwachte opbrengsten, minder werden. En die positie verslechterde dus eigenlijk in de loop van de tijd, terwijl ondertussen ook de treinen eigenlijk steeds later kwamen. Dus de opbrengsten liepen terug. Dat was het verhaal. Dat was, en dat was nieuw kennelijk voor de Raad van Commissarissen.
Want die bleek verrast. Het woord verrast staat mij niet zo erbij. Er kwam natuurlijk wel voortdurend nieuwe informatie. En dan werd de Raad van Commissarissen werd daar a tempo van op de hoogte gesteld, zodra de nieuwe informatie was. Ja, en in hoeverre verbaasde eigenlijk de penibele situatie waarin HSA verkeerde, in hoeverre verbaasde die u? Ja, ik kwam nieuw binnen. Ik werd natuurlijk bijgepraat door mijn voorganger. En ik heb kennis genomen van de historie. En ik heb de realiteit geaccepteerd zoals die op dat moment was. Dat het een moeilijke financiële situatie was. En dat het mijn taak was om met mijn collega's en met andere stakeholders daar een oplossing voor te vinden. U heeft al iets gezegd over de oorzaken. U zegt, ja, er was een economische crisis met daardoor minder, slechtere reizigersprognoses. Er waren ook nog andere oorzaken. Kunt u die aangeven? Absoluut. De vertraging van de aflevering van treinen betekent dat kosten omhoog gingen en dat de opbrengsten later zouden komen. En dat er dus uiteindelijk de winstvooruitzichten minder zouden worden. Zelfs zodanig dat het bedrijf onvoldoende geld zou hebben uiteindelijk om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Ja, en dus het had zowel externe oorzaken als toch ook intern binnen het bedrijf. Absoluut. Beide. Ja. En eind 2010 wordt in de Raad van Commissarissen ook gesproken over het sturen van een zogenaamde discontinuïteitsbrief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het huidige Infrastructuur en Milieu. En dat is een brief waarin aan de staat wordt medegedeeld dat HSA binnen afzienbare tijd failliet zal gaan. Wat was eigenlijk het doel van die discontinuïteitsbrief? Weet u, dat was een verplichting die bestond onder die MOU. MOU, dus het memorandum of understanding wat in 2000, ik geloof in 2008, ja. Gesloten werd tussen de staat. Dat was dus een afspraak die tussen de staat en HSA gemaakt waren in 2008. Ja. Okay. En daar waren wederzijdse afspraken gemaakt hoe om te gaan met de verslechterende situatie. Er waren afspraken gemaakt over uitstel van betaling van de concessievergoedingen. Zodat er meer ruimte zou komen om eerst opbrengsten te krijgen en dan de concessievergoeding af te dragen. Zoals we net bespraken, uiteindelijk bleken er te weinig opbrengsten te zijn om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. In die afspraken stond ook dat als er een dreigend faillissement van HSA was, dat het de verplichting was van HSA om daar tijdig het ministerie van op de hoogte te stellen. Goed, dus dat was de reden. Even nog naar het memorandum van overeenstemming uit 2008. Daar is dus een bepaling opgenomen in artikel 14. Daarin staat dat de staat maatregelen zal treffen indien er sprake is van een dreigende discontinuïteit of faillissement van HSA. Kan je nou zeggen dat NS met die bepaling, een verplichting van de staat om HSA overeind te houden, dat NS in, of HSA in een zetel zat ten opzichte van de staat? Nee, dat kan je niet zo zeggen. Want die verplichting bestond alleen als er externe omstandigheden waren waardoor HSA failliet zou dreigen te gaan. Want de concessieovereenkomst die bleef nog steeds staan. En daarin is een verwijzing naar de externe omstandigheden. Als het kwam door andere omstandigheden, dan was de staat niet verplicht om erbij te springen. Voor ons was trouwens als directie dat ook nooit een reëel alternatief. Want we vonden een faillissement slecht, uiteindelijk ook voor de reiziger. Ja, er zou een stap gezet kunnen worden door de overheid als het gaat om externe omstandigheden. Precies. Kunt u, waar werd dan aan gedacht? Welke externe omstandigheden? Nou, bijvoorbeeld nieuwe overheidsmaatregelen met betrekking tot de invoering van veiligheidssystemen. ERTMS bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Ja. Is afgezien dus van die toezegging, in dat memorandum van overeenstemming, zou een faillissement van HSA met daaropvolgend een heraanbesteding van de vervoersconcessie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zodat een zeer kostbare optie zijn. Dat was nadelig voor het ministerie, die optie. Had de NS daardoor meer onderhandelingsruimte? Nee, zo voelde ik het niet, want het was geen goede optie voor de staat, maar ook geen goede optie voor NS en geen goede optie voor de reiziger.
Dus ik voelde dat wij samen moesten werken aan een oplossing. En ik voelde ook dat het ministerie daar steeds zo in zat. U zegt het was voor beide een probleem. Het was voor beide een probleem. Zeker ook voor ons. Ja. Zeker. Begin 2011 verstuurt dan HSA die discontinuïteitsbrief. Wat was nou de consequentie van het versturen van die brief? Wat volgde daar dan uit? Ja, dat was een aankondiging dat er binnen 6 maanden actie zou moeten worden ondernomen. Omdat anders die discontinuïteit uiteindelijk plaats zou vinden. Dat betekende dat NS uiteindelijk nog een extra tussentijdse lening zou moeten verschaffen. Het bedrijf draaiende zou moeten houden. Maar dat uiteindelijk over zou gaan. Dat de concessie ingetrokken zou worden en weer aan INM zou zijn om daar dan weer mee om te gaan door een andere aanbesteding of wat dan ook. Dus het was een eerste stap in zo'n proces. Een 6 maanden notice. Ja, in de aanloop naar het versturen van die discontinuïteitsbrief wordt eind 2010 wordt er een geactualiseerde business case, zeg maar het financiële het financiële ondernemingsplan van HSA. Dat wordt aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu gegeven. En over de oorspronkelijke business case die daaraan ten grondslag lag aan de bieding in 2001 en de onderliggende aannames daarbij, heeft dus jarenlang getouwtrek plaatsgevonden, zeg maar, tussen NS en de staat. Omdat NS weigerde dus die business case te overleggen. En met name ook ging het over de onderliggende aannames daarvan. Wat was voor u nou eigenlijk de aanleiding om dus, zeg maar, eind 2010 wel openheid van zaken te geven? Weet u, wat daarvoor gebeurd is, zult u aan anderen moeten vragen. Daar was ik niet bij betrokken. Mijn houding is altijd geweest volledige transparantie naar alle ministeries toe. We hebben een gezamenlijk belang, wel in ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat moeten we ook erkennen met elkaar. Maar het delen van informatie, dat helpt ons om ook gezamenlijk tot de beste oplossing te komen. Ja, u heeft zelf natuurlijk ook toch teruggekeken om die gegevens te verzamelen. Bent u die onderliggende aannames tegengekomen? Nee, mijn startpunt was eigenlijk de geüpdate business case, zoals u dat noemt, van HSA. Die was net daarvoor was die opgesteld. Die was ook gevalideerd door een extern bureau. En samen met het ministerie was dat de geaccordeerde case eigenlijk. En wat daarvoor gebeurd was, vond ik minder relevant. Want ik had te doen met de realiteit zoals die zich toen voordeed. Maar goed, er is natuurlijk een vergelijking gemaakt met 2001. De geactualiseerde business case is vergeleken met de eerste business case, toch? Voor mij was het startpunt gewoon de data die we toen hadden. En ik ben niet helemaal teruggegaan om te kijken van wat was nu de situatie in 2001. Want het was net een bijgewerkte business case. Die was belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. Dus u zegt, ik heb niet gekeken wat er in 2000, 2001 allemaal gebeurd is. Nee. Ik heb alleen met betrekking tot 2010 een volledige openheid van zaken gegeven op basis van de toen actuele gegevens met betrekking tot prognoses en kosten enzovoort. Zo zit het precies. Ja. Okay. Dus het waarom NS tot eind 2010 nooit openheid van zaken heeft gegeven. U heeft dat toch kunnen constateren dat gebeurd is. Kijk, u hebt niet alles. Ik begrijp dat u niet helemaal terug bent gegaan. Nee. Maar het is u toch wel duidelijk geworden dat daar veel discussie over was. Er waren vast discussies in het verleden en ik hoor dat nu ook. Zeg maar, ik heb mij daar niet zo in verdiept, om eerlijk te zijn. Voor mij was van belang, wat is nu de financiële situatie van dit bedrijf? En wat is nodig om hier de juiste beslissingen te nemen? Wat er in het verleden gebeurd is, ja, zul je echt aan mijn voorgangers moeten vragen wat hun beweegredenen waren om het zo te doen. Maar dat is toch, ik vind het merkwaardig of vreemd dat als je zo'n actuele business case maakt. Ja. Kijk, als je vooruit wil en de toekomst in wil, dan moet je het verleden kennen. En zeker ook als financiële man, lijkt mij. Dus, even voor de duidelijkheid, die case was er al toen ik binnenkwam. Die case heb ik niet meer hoeven te maken, zeg maar. Dan had je kunnen zeggen van, moet je niet teruggaan naar het verleden. Toen ik kwam, toen was die case net afgerond en afgestemd met het ministerie. Zoals gezegd, dat was mijn startpunt. Dus ik hoefde niet meer vanuit het verleden een nieuwe case te maken. Er was al een nieuwe case. Dus u heeft eigenlijk die geactualiseerde business case niet zelf gemaakt? Nee, want die was er al. Toen u aantrad, zeg maar. Was die net klaar? Ja. Toen lag die gereed. Ja. En
Goed, dan toch laten we het wat principiëler stellen. Wat vindt u dan van dat? Want we hebben dat dus wel kunnen constateren, hè, dat zeg maar tussen 2000 en 2010 dat er heel veel discussie was over over het aanleveren van de business case, de achterliggende aannames en dergelijke. Wat vindt u nou van dat een staatsdeelneming zoals NS, waarvan u directeur bent, dan toch cruciale documentatie, zoals die oorspronkelijke business case met onderliggende aannames uit 2000, dat NS die überhaupt die niet meer heeft? Ik moet dat aan mijn voorgangers laten. Ik vind dat we volledig transparant moeten zijn als staatsdeelneming. Met ieder wel zijn eigen rollen. Hè? Maar we moeten informatie delen, zodat ook de departementen en uiteindelijk de Kamer op een verantwoorde manier beslissingen kan nemen. Ja, maar had NS die business case, zeg maar de volledige business case met de onderliggende gegevens uit 2001 niet gewoon moeten bewaren, zodat die transparantie die u ook bepleit, dat die er ook in 2010 volledig zou zijn en ook nu? Ja, ik heb bewaard, toen ik verantwoordelijk was, ik heb bewaard wat wij toen gemaakt hebben. En dat kunt u nog nagaan, dat ligt er nog allemaal in de files en is nog toegankelijk. Dus mogen we dan tot slot concluderen dat u, laten we zeggen, toen u aantrad, dat toen alle financiële gegevens, alles wat u tegenkwam, gewoon ook netjes bewaard is en gedocumenteerd, zodat daar ook, mocht iemand er later op terug willen grijpen, dat in volledigheid terug te vinden is. Absoluut, daar kunt u op rekenen. Goed, ik geef het woord aan de heer Elias. Meteen aansluitend als het mag. Dus als alle klachten door de jaren heen van ambtenaren op financiën, op verkeer en waterstaat, later INM, ook van ministers, als al die klachten over het feit dat de NS hen niet de gegevens heeft verstrekt die men had willen hebben, juist zijn, dan vindt u dat onjuist handelen van uw voorgangers? Daar doe ik geen uitspraak over, meneer Elias. Ik kan alleen maar een uitspraak doen over de situatie waar ik in zat, de situatie waar mijn voorgangers in zaten en wat hun overwegingen waren. Dat zult u aan hen moeten vragen. Zeker. Maar u zei net, ik vind dat alle gegevens verstrekt moeten worden. Ja. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan. Ik heb dat gedaan en wat de omstandigheden waren voor mijn voorgangers, daar wil ik gewoon niet over speculeren. Dan zal ik u daar ook niet over vragen. Een paar financiële... Nee, ik had nog één punt over die eerste vergadering van de Raad van Commissarissen. U zei net tegen collega Van Gerven, staat me niet meer zo bij dat daar verrast werd gereageerd over het zo snel verslechteren van de situatie bij HSA. Toch was het niet een van de minst financieel onderlegde leden van de Raad die er gewag van maakte in uw aanwezigheid dat de NS zichzelf een roze wolk had voorgespiegeld. Dat zou u toch bijgebleven moeten zijn als financiële man? Nee, die precieze bewoordingen zijn mij niet bijgebleven. Wel dat er voortdurend tegenvallers waren. Dat is wel wat ik oppakte in dat hele dossier. Er is een historie van tegenvallers. Dus ik kan me ook best voorstellen dat zo'n commissaris dan, nadat hij weer met een nieuwe tegenvaller komt, vragen gaat stellen van hoe zit dat eigenlijk, zeg maar. Ja. Maar herinnert u zich, het was uw eerste, u zat er voor het eerst bij. Herinnert u zich die stroom van opmerkingen van hoe kan dat nou toch zo slecht gaan? Ik herinner me dat we daar een gesprek hadden. Wat zijn de omstandigheden dat het u verslechterd is, zeg maar. Die intonage van roze wolk en zo, die zijn me niet bijgebleven, nee. Nee, wel dat het een serieuze zaak was, laten we dat gewoon toch hier benoemen. Het was gewoon een serieuze zaak met een bedrijf wat belangrijk was voor NS en voor het vervoer in Nederland, dat failliet dreigde te gaan. Dus dat heb ik wel heel erg, die klem heb ik wel heel erg gevoeld. Hier moeten we direct mee aan het werk. Tijdens deze voorhoor is regelmatig de vraag aan de orde geweest waarom de NS, dochter HSA, niet zelf overeind heeft gehouden. En ook aan u stel ik deze vraag namens de commissie. Waarom heeft de NS dat eigenlijk gedaan? U had toch ook, het is een dochter, 95% dochter. Ja. Waarom heeft u niet gewoon zelf, toen het lastig werd, bent u niet bijgesprongen? Of is de NS niet bijgesprongen? Ja, ik vind het een begrijpelijke vraag. HSA was een zelfstandig bedrijf. En dat moest ook zo volgens de concessie. Hè, die verplichtte ons om een zelfstandig bedrijf op te zetten. Er was ook een aandelenkapitaal ingestort door NS en door KLM en garantievermogen toegezegd.
Zo'n zelfstandig bedrijf, daar kan je niet zomaar extra geld in stoppen. Je mag als ook niet in een dochter, mag je vennootschappelijk rechtelijk niet, ze noemen dat dan met goed geld naar kwaad geld gooien. Juridisch gezien heet dat paulianeus handelen. Je mag dus niet zomaar geld stoppen in een verlieslatend bedrijf. Ik ben geen jurist, maar ik heb wel begrepen dat dat alleen andersom geldt. Dus dat je niet geld er heel snel uit mag halen. Nee, maar je mag er ook geen geld extra instoppen in een verlieslatend bedrijf. Dat is niet verantwoordelijk omgaan met de gelden die ons toevertrouwd zijn. Zou onze aandeelhouder, onze uiteindelijke aandeelhouder, het ministerie van Financiën, ook niet goedgekeurd hebben. En ook mevrouw Schulz, de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu, heeft in haar Kamernotitie, toen er uiteindelijk een onderhandelakkoord was, en toen waren er ook vragen dienaangaande in de Kamer, dat toegelicht dat zelfs als we dat gewild zouden hebben, dat juridisch gezien niet mogelijk was. We hebben ons dan ook ingezet op een andere oplossing, daar komen we misschien zo op, op die geïntegreerde concessie in plaats van de geld in te stoppen. Maar daar zou toch niemand bezwaar hebben gemaakt als de NS op enig moment zou hebben gezegd, we hebben in 2001 een buitengewoon hoog bod neergelegd dat aan de basis ligt van al deze problemen. Wij gaan deze problemen nu ook zelf oplossen. Die verplichtingen lagen bij HSA en wij hadden als directie, vennootschappelijk gezien, mochten we er niet zomaar geld in stoppen. We hebben wel samengewerkt aan de oplossing, maar goed, daar komen we nog op. Wat zou een faillissement van HSA, laten we zeggen eind 2011, de NS, gekost hebben? Ik weet dat het een ingewikkelde rekensom is, we gaan niet alle details erbij halen, maar wat zou dat grofweg gekost hebben? Dat heb ik niet helemaal scherp wat het toen gekost zou hebben. Wel een substantieel bedrag. We hadden er al 300 miljoen hadden we al gegarandeerd. En daarna, toen we het onderhandelakkoord hebben afgesloten, hebben we er nog eens zo'n 200 miljoen ingestopt. Ja. Wij komen grofweg op zo'n 450 miljoen. Wat eind 2011 aan NS het gekost zou hebben als HSA kopje onder zou zijn gegaan. Dat klopt, waarvan dus 300 miljoen eigenlijk al toegezegd was. Ja, 291 miljoen stortingen. Ja, dat klopt. En waaruit zouden die kosten bestaan voor NS zelf, maar bijvoorbeeld ook voor HSA en NSFSC in Ierland? Die kosten zouden het aanvullen van de tekorten op de operaties. Nou waren de operaties zelf, de verwachting was dat die een positieve cashflow zouden hebben, maar die cashflow was onvoldoende om aan de concessieverplichtingen van HSA te voldoen. Dat is ook hier in de verhoor al een paar keer langs geweest. NS had ook leningen en garanties verstrekt, maar niet helemaal duidelijk is onder welke voorwaarden dat nou was. Dus u bent precies de goede man om dat aan te vragen. Moesten die verplichtingen van HSA, laat ik het simpeler zeggen, waren die voorwaarden zodanig dat het garantie kapitaal in feite weg zou zijn, omdat er in één keer moest worden afgelost zodra dan de exploitatie zou zijn begonnen? Nee, die garanties, dat was het geld wat wij toegezegd hadden aan HSA om hen in staat te stellen om de verplichting te voldoen. Zeker. Die verplichtingen bestonden onder andere uit het betalen van leases voor de treinen, het betalen voor de operatingkosten, de mensen die daar werkten, maar ook het betalen van de concessiefee aan de overheid. In dat memorandum of understanding waar we het eerder over hadden, was er een erkenning dat er in de beginfase te weinig cashflow was. En er is dus afgesproken dat een deel van die betalingen uitgesteld zouden worden tot het moment waarop de voldoende inkomsten zouden zijn. Omdat de omstandigheden verslechterden, kwamen die inkomsten er nooit. De consequentie geweest zou zijn dat NS het hele garantievermogen kwijt zou zijn. Maar dus de leningen die werden verstrekt, naast het garantiekapitaal, de voorwaarden daarvan waren, zeg ik met een vraagteken, zodanig dat het garantiekapitaal moest worden aangesproken op het moment dat de exploitatie begon? Nee. Het garantiekapitaal zouden we sowieso kwijtgeraakt zijn. En toen we het onderhandelakkoord hebben afgesloten over een geïntegreerde concessie, toen heeft NS de verplichtingen van HSA overgenomen. En om HSA in staat te stellen aan die verplichting te voldoen, zijn de additionele leningen verstrekt bovenop het garantiekapitaal. Ja, maar dan hebben we het over de situatie nadat het onderhandelakkoord gesloten is. Mijn vraag zag op de voorwaarden die waren verbonden aan de
eerder verstrekte leningen aan de NS en of die leningen niet onder die voorwaarden waren verstrekt, dat eigenlijk het garantiekapitaal al zou zijn opgesoupeerd, omdat daar die leningen mee moesten worden afbetaald, du moment de exploitatie zou beginnen. Ja, onze totale verplichting op dat moment was het aandelenkapitaal plus de garanties die we af hadden gegeven, die 291 miljoen waar u net over had. Dat was het. Ja. En de leningen die we gaven konden we dus ook niet meer terugkrijgen, want er stond een garantie van onszelf tegenover dat we dat tot op dat bedrag de HSA zouden ondersteunen. Ja. Dan ga ik inderdaad naar dat onderhandelakkoord toe om een structurele oplossing voor dat dreigende faillissement te vinden. Was het noodzakelijk dat de concessievergoeding zou worden verlaagd. In dat eerder genoemde memorandum van overeenstemming uit 2008 onder minister Eurlings werd daar een mogelijkheid voor geboden. Precies te zijn in artikel 14 is dat geregeld. Maar de staat was daarbij wel nog steeds gebonden aan de wijzigingsprocedure uit de concessieovereenkomst uit 2001. Klopt. Dat was dan weer artikel 15. Ja. Maar die wijzigingsprocedure die bood toch onvoldoende ruimte om de concessievergoeding zodanig te verlagen dat een faillissement zou worden voorkomen. Daar kwam je niet meer uit. Nee, vandaar dus dat er een noodzaak was voor een nieuwe geïntegreerde concessie. Want binnen de bestaande voorwaarden en de contracten kwam je er niet meer uit. Dat klopt. Ja. Precies. Dus dat was geforceerd. Moest er iets anders worden verzonnen? Ja, anders was HSA failliet gegaan. Dat was de consequentie met alle gevolgen van dien. Hè, waar we het net over hadden voor de reiziger en voor de begroting enzovoort. En die oplossing wordt dan gevonden. We praten nu alleen over de financiële kant en niet over de inhoudelijke. Ja. In 2011 onder minister Schulz met het onderhandelakkoord. En dan wordt er gekozen voor de integratie van de HSL-concessie in de hoofdnetrailconcessie. Precies. Dat is iets wat de NS al, nou, ik zou bijna zeggen, eeuwen wilde. Dus daarmee wordt er een belangrijk verlangen van de NS gehonoreerd. Die geïntegreerde concessie is inmiddels ondershands gegund aan de NS voor de periode 2015 tot 2024. Was u tevreden met die integratie van die concessies? Ja, want ik vond dat dat een goede oplossing voor de reiziger was. Dat we ook zo een beter gebruik konden maken van de hoge snelheidslijn. Doordat er bijvoorbeeld ook een extra gebruik was met een trein van Den Haag naar Eindhoven. Die anders onderdeel van het hoofdrailnet was en die nu geïntegreerd kon worden met de hoge snelheidslijn. Dus ik vond een goede oplossing voor de reiziger. Ik vond ook een goede oplossing voor het probleem waar we samen mee geconfronteerd werden. En ik voelde ook dus, het was niet iets wat alleen vanuit NS kwam. Integendeel, het kwam ook zeer sterk vanuit het ministerie. Zeg, en had een brede steun. Ik merk in de antwoorden dat u zegt het was een gedeelde verantwoordelijkheid en we hebben dat met z'n allen samen gedaan. Maar het was ook in hoge mate in het belang van de NS. Concurrenten konden niet infiltreren in het hoofdrailnet via de HSL-concessie of anderszins. Ja, dat vonden wij in het belang van de reiziger in Nederland. En ook in het belang van het bedrijf en de taak die we hadden wat dat betreft. Was u tevreden over de financiële aspecten van het onderhandelakkoord? Ja, want het was uiteindelijk een marktconforme uitkomst. Met een rendement die voldeed aan de afspraken die we hadden gemaakt met onze aandeelhouder. Niet te veel en niet te weinig. Kunt u op hoofdlijnen de financiële kant van die tevredenheid toelichten? Hoe lag het voor de staat en hoe lag het voor NS? Dat rendement in euro's. In euro's. Wij betaalden een concessievergoeding van 1,6 miljard voor de hoge snelheidslijn en 800 miljoen voor het hoofdrailnet. In totaal 2,4 miljard concessievergoeding. Als je daar dan alle andere kosten bij optelt en de opbrengsten die wij verwachten, leidde dat uiteindelijk tot een verwacht rendement van tussen de 6 en 7 procent. Dat we extern laten valideren of dat wel marktconform was. Want dat is heel belangrijk, zeker voor een staatsdeelneming ook. En daar kwam uit dat met de benchmarks die er zijn een redelijk rendement was. Dat was ook een rendement die ons in staat stelde om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te brengen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, zeker voor mij als financieel directeur, om daar zicht op te blijven houden. Als wij er terugkijkend door de oogharen heen, hoor, nogmaals de details, die zal ik u op dit moment besparen. Naar kijken, dan lijkt het erop
dat er eigenlijk relatief veel wordt betaald voor de HSL-concessie en relatief weinig voor de hoofdrailnetconcessie. En dat dat elkaar een beetje opheft en dat er ook nog een aantal onzekerheden in zitten. Over wc's en zo en nog een aantal niet onbelangrijke details. Wat is uw reactie op dat beeld? Ja, goed dat u dat opbrengt. Hè. En die wc's, dat was een verplichting die wij op ons genomen hadden om die in de sprinters in te bouwen. Onderdeel waren van... er nog meer van dat soort toezeggingen? Absoluut. Er waren een heel scala van kwaliteitsverbeteringen voor de reiziger. Die we toegezegd hebben. Extra frequentie van treinen bijvoorbeeld s'avonds laat. Toegankelijkheid van treinen voor minder valide. En met name, meneer Elias, substantiële investeringen. We hebben 7 miljard investeringsverplichtingen op ons genomen om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Dat was ook onderdeel van dit akkoord. Ja, aan de andere kant, de staat, opgeteld, ging voor 1 miljard het schip in bij deze deal. Ja, ik weet niet, dat getal nou ja, heb kostte, ik niet... Ik zal het neutraler formuleren. Ja. Het kostte de staat 1 miljard. Dat beeld heb ik niet helemaal scherp. Ik weet wel dat toen wij dit goedkeurden, ik zelf weer een afboeking moest maken van 246 miljoen. Ik meen me te herinneren, maar u hebt dat vermoedelijk scherper dan ik, dat minister Schulz aan de Kamer informeerde dat ze 390 miljoen afgeschreven heeft op haar begroting. Maar dat laat ik aan anderen om dat verder toe te lichten hoe dat precies zit aan de staatskanten. Maar aan mijn kant, ik heb dus een extra afschrijving moeten nemen. Ja, maar goed, grofweg staat er, en nogmaals, dat is zonder de details, maar 1 miljard voor de staat wat die deal heeft gekost. En uiteindelijk komt bij de NS 493 miljoen gecumuleerd verlies voor de NS in de boeken. Dat steekt toch een beetje bleekjes af bij dat staatsmiljard. Ik, zoals gezegd, het staatsmiljard heb ik niet scherp. Ik kan alleen onze kant van bekijken. Nou ja, we hebben een deal uiteindelijk gedaan. Het ministerie van Financiën draagt 375 miljoen bij en INM in eerste instantie 400 miljoen. En vult later het gat van 175 miljoen. Dat zit op 25 miljoen aan miljard. Weet je, kant van de andere kant bekijken. We hebben een nieuwe deal gedaan. Die moest voldoen aan een aantal criteria. Die moest voldoen aan Europese regelgeving. Daar mocht geen sprake zijn van staatssteun. Die moest marktconform zijn. Op basis van die criteria zijn er financiële afspraken gemaakt. Daar zat dus ook dat commitment in van 7 miljard. Die uitkomst daarvan is extern gevalideerd. Is ook met uw Kamer gedeeld. En daarvan heeft iedereen gezegd, dit lijkt ons een goede basis voor een nieuwe geïntegreerde concessie. De Kamer, u noemt de Kamer. De Kamer moest, nadat er overeenstemming was bereikt tussen de NS en de staat, nog akkoord gaan met dat onderhandelakkoord. Had u daar nog zorgen over? Of dat wel goed zou komen? Nou, het is altijd afwachten, hè, hoe dat dan valt. Wij hadden een goed akkoord. We konden dat, dacht ik, en dat geloof ik nog steeds, heel goed onderbouwen wat de redenen daarvoor waren. Want het was goed voor de reiziger. Het was uiteindelijk een geïntegreerde oplossing die ook de financiële problemen die we hadden vooruitkijkend goed oplosten. Dus dat is substantiële commitment in. Ik had het vertrouwen dat ook de Kamer dat we met die argumenten zouden kunnen overtuigen. En dat is uiteindelijk ook gebleken dus. Heeft de NS nog lobbyactiviteiten ontplooit in de richting van de Kamer toen? Natuurlijk hebben wij de Kamer geholpen om te begrijpen wat de achtergrond was van het onderhandelenakkoord. Dat vind ik een mooie omschrijving van lobbyactiviteit. Ja. Natuurlijk hebben wij de Kamer geholpen om te begrijpen hoe het zit. Maar dat mag je toch ook van ons verwachten om toelichting te geven in zo'n situatie? Nou, ik zoek in ieder geval alleen de feiten toe te lichten. Ja, die feiten zijn toegelicht. Weet u nog wie dat deed? Was dat op directieniveau of werd dat aan een bureau uitbesteed? Ja, dat deden onze eigen mensen op diverse niveaus. Hadden wij contacten met Kamerleden aan. Mevrouw Vos. Ja, meneer Robbe, ik heb nog even een vraag over waar we het net over hadden, van waarom de NS HSA niet zelf heeft bijgeplust. U zei toen dat zou paljoneus handelen zijn, maar even voor mijn begrip, paljoneus handelen is toch als je ziet dat een faillissement nakende is, dat je dan kapitaal onttrekt of bijvoorbeeld een auto onttrekt uit de business en daarmee zeg maar schuldeisers benadeelt. Dat is... Ja. Dat is toch paljoneus handelen? Kunt u nog even uitleggen even los hoe het van die, zat? Van die term, hoe het vennootschappelijk rechtelijk zat. Wij konden als directie er geen geld in stoppen in een bedrijf dat failliet zou gaan. Dat zou betekenen
goed geld naar kwaad geld gooien. En dat mag niet. Daar zou ook geen steun van onze aandeelhouder over hebben gekregen. Maar u zegt dus dat u van de staat niet mocht bijplussen? Nou, we wouden het zelf niet als directie, want wij waren vennootschappelijk verantwoordelijk voor de NS-groep. En dan mogen wij niet, als er een faillissement is in een dochteronderneming, daar zomaar geld in stoppen. Dat mag gewoon niet. Maar van wie mag dat dan niet? Heeft de staat u dat opgedragen of is dat... Vennootschappenrechtelijk mag je niet zomaar geld in een bedrijf, ook niet in een dochteronderneming stoppen als het dreigt failliet te gaan. Nou, dat zoek ik nog even op van waar het dan staat. Want als je 90% aandeelhouder bent, dan... We moeten wel op een verantwoorde manier omgaan met het geld dat ons aan zijn NS toevertrouwd is. Nee, ik snap goed dat dat bedrijfsmatig een hele goede overweging kan zijn. Hè? Wat u net zegt, goed geld naar kwaad geld. Maar dan is het toch gewoon een eigen keuze van NS geweest om niet in dit bedrijf extra te investeren? Dan heeft dat niks te maken met vennootschapsrecht of paulineus handelen? Ja, wij konden dat gewoon niet doen. Ja, ik zit bijna te kijken van moet ik even de notitie naar de Kamer opzoeken. Maar dat was ook... Weet u, wij wilden ook niet dat het failliet ging. En daarom hebben we ons zo ingezet voor een betere oplossing. Dus het faillissement was iets wat op de achtergrond speelde, wat heel belangrijk was. Met z'n allen moesten we ons inzetten om dat te voorkomen. En er zomaar geld in te stoppen, zelfs als dat gemogen had, was gewoon niet de oplossing. Mocht het nu wel of niet? Want dat is even mijn vraag. Nee, dat mocht niet. En heeft u dan van de staat de opdracht gekregen dat dat niet mocht? Want zoiets suggereerde u net. Ja, onze aandeelhouder wou het ook niet dat wij daar geld in gingen stoppen. We moesten dat op een andere manier oplossen. Namelijk in gesprek gaan met een geïntegreerde concessie. Maar ook als directie, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor, wilden wij dat geld er gewoon niet in stoppen. We vonden dat niet terecht om goed geld naar kwaad geld te... Maar we vonden wel dat we onze uiterste best moesten doen om een faillissement te voorkomen. En de weg vooruit, daar was die geïntegreerde concessie. Dus niet HSA bijspekken, maar dus naar die andere oplossing, de geïntegreerde concessie dus. Ja, dus met alle commitments die daar dan bij komen. Hè, die 7 miljard waar ik het eerder over had. Dat vonden we een betere besteding van het geld om dat te investeren in het openbaar vervoer. Ter verbetering van de kwaliteit. Dan geld te stoppen in een bedrijf wat failliet dreigde te gaan. Maar nog even voor mijn begrip. Het mocht wel, maar u wilde niet. Nou, mijn begrip was, het mocht ook niet, maar we wilden het ook niet. Mijn begrip, ja, ik probeer, omdat u net begon met paulineus handelen en vennootschapsrecht. Dat hebben wij nog niet kunnen vinden. Nou, misschien hebben we niet goed gezocht. Hoe het precies zat, als u mij toestaat. Even kijken waar het document is. Ja, ik doe het anders. Ik verwijs u gewoon naar de brief ook van minister Schulz naar de Kamer. Toen het onderhandelakkoord gepresenteerd werd in de Kamer. Daar stond het heel helder in uitgelegd. En als ik het nu onvoldoende helder bij u naar voren breng, mevrouw Schulz heeft het heel helder opgeschreven. Daar stond in, het is beter dat NS niet HSA bijspekt, maar dat we dus die concessies gaan integreren. En dan is een extra investering te rechtvaardigen bij een geïntegreerde concessie. Ja, maar er stond ook in dat het niet kon, omdat het een zelfstandig bedrijf was. En dat kun je in die brief vinden van waarom dat niet kon. Ja. Goed, maar dan heeft het dus inderdaad niks te maken met paulineus handelen. Laten we dat woord even terzijde brengen. Ja, dat is inderdaad een heel ingewikkeld begrip wat ik in een andere context. Het gaat wel vennootschapsrechtelijk dat we geen goed geld naar kwaad geld kunnen sturen. Ja? Goed, dan zoeken we dat nog even op. Dan hebben we nog wat vragen over de relatie tussen de NS-groep en NSFSC. Dus NS Financial Services, de dochter in Ierland die treinen leased. U zit in de Raad van Toezicht van NSFSC. Dat is die leasemaatschappij, vanuit uw hoedanigheid als financieel directeur van NS. Wat zijn uw verantwoordelijkheden ten aanzien van NSFSC? Toezicht houden samen met mijn mede-commissarissen op het functioneren van het bedrijf. Andere mensen in de raad, daar zijn de managing director en dan externe directeuren, zowel Ierse als Nederlandse directeuren. Maar wat kunt u iets meer uitleg geven wat dan dat toezicht houdt? Om wat voor onderwerpen gaat het dan? Als u daar in zo'n vergadering zit van de Raad van Toezicht? Over strategie en beleid. Het vaststellen van de businessplannen. Het toezicht houden uiteindelijk op het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf. De gezonde bedrijfsvoering. Maar dat zijn dus vooral dus de financiële doelstellingen van NSFSC? Inderdaad, dat is een zelfstandig bedrijf die ook zijn eigen doelstellingen heeft. Ja. Maar zij koopt ook treinen. Was hij dan ook betrokken bij besluiten over echte materieelkeuze en begeleiding en dergelijke?
De uiteindelijke voorstellen om treinen te kopen komen ook in de Raad van Toezicht van NSFNC, zeker. Ja. En even voor mijn begrip, bespreekt u dan bijvoorbeeld ook de koopcontracten tot dat niveau of is dat te gedetailleerd? Als u in de Raad van Toezicht zit. Die gaan we niet in detail bespreken. De hoofdlijnen daarvan bij nieuwe contracten komen wel aan de orde, maar zeker niet de contracten zelf. Ja. En u zit dan ook in de. U bent CFO van NS. Hoe weegt u dan de belangen van enerzijds de dochter en anderzijds de belangen van het moederconcern? Als er belangenconflicten zijn? Ja, dat is een en-en. Hè. Je moet beide belangen meewegen. In de praktijk zijn de belangen bijna altijd aligned. En kan je ze dus in overeenstemming met elkaar brengen en zijn er uiteindelijk geen grote tegenstellingen. Bijna altijd, daar komen we zo meteen op. En de positie van NSFSC binnen NS Groep, kunt u dat een beetje schetsen voor ons? Waar staat het? Nou, enigszins op afstand, want het is een zelfstandig bedrijf in Ierland, zoals u weet, met zijn eigen personeel, waar wij toezicht op houden. Maar die ook een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Dat gezegd hebbende, dat punt wil ik wel maken. De managing director van NSFNC werkt heel nauw samen met de vervoerders. NS Reizigers voor het binnenlandse net en HSA toen der tijd voor de internationale lijn. En werkt ook intensief samen met Netrain. Krijgt ook informatie van andere afdelingen in het bedrijf om hen in staat te stellen hun rol goed te vervullen. Dus het is niet zo dat ze hun eigen ding alleen maar doen. Integendeel, er wordt intensief samengewerkt, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, want dat is inderdaad de keuze die NS heeft gemaakt. De vervoerder HSA die is verantwoordelijk voor het vervoer, NSFNC voor de aanschaf. Vervolgens, u zegt net, ze moeten heel veel samenwerken, maar waarom heeft NS die keuze gemaakt om daar aparte bedrijven voor in te richten? Ja, zoals gezegd eerder, HSA was een verplichting onder de concessie. Ja. En NSFNC was een keuze die in 1998 al gemaakt is. Toentertijd begon liberalisatie in de spoorwegmarkt. En het was een bedrijfseconomische keuze om een leasebedrijf op te zetten. Want als gevolg van die liberalisatie liepen de levensduren van de treinen niet meer parallel met de lengte van de concessie. Op deze manier waren we in staat om treinen die vanuit de concessie kwamen niet meer nodig waren, daar toch nog de waarde van te realiseren door die treinen door te leasen aan nieuwe concessiehouders. En daarmee werd de waarde eigenlijk bewaakt voor het bedrijf. Deden andere spoorbedrijven dat ook zo? Ja, sommigen wel. En leasingbedrijven deden, of vliegtuigbedrijven deden dat heel veel, zoals u wellicht bekend is. Ja, we weten ook dat onze concurrenten wel leasebedrijven hebben. En waarom zet u zo'n dochterbedrijf dat zo belangrijk is, zeg maar, voor de kern van het bedrijf in Ierland? Dat was een ander EU-land dat een gunstig vestigingsklimaat had. Toen de tijd was het kortere afschrijvingsperiodes en op een later moment ging ook het tarief van vennootschapsbelasting naar beneden in Ierland. Het was dus goedkoper, maar gezien de noodzaak van samenwerking, is dat dan handig om dan een echt bedrijf met ook een flinke substance-eis zo ver weg te zetten? Nou, dat werkte goed. Zo ver weg is Ierland er ook weer niet. En er waren gewoon frequente en zijn er nog steeds frequente contacten. Ja, de mensen uit Ierland komen natuurlijk ook regelmatig hier om met hun klanten, van zo moet je dat dan zien, te praten. Ja. We hebben net een aantal voordelen van deze constructie, die zijn vooral financieel. Wat zijn de nadelen van deze constructie? Nou, je moet wel zorgen dat je dus goede contacten blijft onderhouden met de andere afdelingen binnen het bedrijf. Hm. Ja. En is deze constructie uiteindelijk een verstandige keuze geweest? Weet u, in die tijd, toen de liberalisatie plaats begon te vinden, begrijp ik dat men zo'n keuze gemaakt heeft. Ik kan de vraag natuurlijk nu stellen van, met de huidige maatschappelijke inzichten, moet je dan een leasebedrijf hebben? Ja, dat hebben we nog steeds. Maar moet het in Ierland zijn? En ik snijd toch die issue maar even aan. Mm-hmm. Ja, die maatschappelijke inzichten zijn aan het veranderen. Dat snappen we ook. En wij vinden gewoon belangrijk dat belasting betaald wordt op de plaats waar activiteiten plaatsvinden.
Zoals u weet zijn we daar ook in gesprek geweest met de minister. En hebben we daar nu een andere oplossing voor gevonden. Oftewel, nieuwe treinen worden vanuit Nederland gekocht. En bestaande treinen komen terug naar Nederland. Maar we hebben nog steeds een leasebedrijf. Er zit nu een leasebedrijf in Nederland. NS Lease BV. Omdat we dezelfde bedrijfseconomische voordelen in die geliberaliseerde markt gewoon nog willen houden. Afgelopen week zei de heer De Scheemaker, als hij zoiets had voorgesteld, een dochterbedrijf ergens anders parkeren vanwege de belastingdruk, dan dat had hij niet durven voorstellen, zei hij letterlijk. Kunt u dat begrijpen? Ik kan niet voor de heer De Scheemaker spreken. Ik vraag het aan u. Toen de tijd in 1998... bij die ontwikkelingen was een andere wereld. Ik kan me heel goed voorstellen dat men toen bepaalde afwegingen gemaakt heeft. Wij maken nu andere afwegingen en daar handelen we ook naar. Ja, die discussie is inderdaad in de Kamer geweest. U had het over maatschappelijk inzicht, maar ook even praktisch. Was het een verstandige keuze voor NS om zover de maatschappij neer te zetten die de treinen koopt? Volgens mij de locatie van het bedrijf heeft geen effect gehad op de manier van samenwerking. Oké, de locatie niet. Maar dan gaan we het over die belangen, die aligning van de belangen. U zei net, dat heeft meestal goed gewerkt. Het financiële belang van NS en HSA om op tijd te starten van de concessie. Heeft dat een rol gespeeld bij de afwegingen van NSFNC zelf? Absoluut. NSFNC, de financiële belangen, nee, met name het reizigersbelang ook. NSFNC heeft altijd gezocht samen met de vervoerder naar oplossingen ten behoeve van de reiziger. Daarmee natuurlijk wel ook de financiële positie van beide partijen daar recht aan doen. Ja. Want we stellen wel vast dat het materieel 5 jaar later geleverd is. Wat u ook net zei, tot problemen leidde voor HSA. Ja. Is het nou voldoende op de agenda geweest bij NSFNC? De druk, zeg maar, die op HSA stond? Weet u, ik kan weer niet spreken over hoe het ging voordat ik binnenkwam. Ik weet wel dat sinds ik er was, dat dit iedere maand bijna op de directievergadering van NS kwam. Dat daar HSA als vervoerder namens de drie bedrijfsonderdelen NSFNC, Netrain, ons onderhoudsbedrijf HSA als vervoerder steeds een update gaf van de stand van zaken. Ik kreeg dezelfde informatie van NSFNC en ook van Netrain. Dus het was duidelijk. Daar was gewoon goed overleg tussen die bedrijfsonderdelen. De directeuren van die bedrijfsonderdelen, dus ook van NSFNC, die kwamen 2 wekelijks bij elkaar om zaken af te stemmen. Dus voor mijn gevoel liep dat, ondanks het feit dat het afzonderlijke juridische eenheden waren, werd dat toch goed samengewerkt. Maar in uw eigen evaluatie, de conclusie van de eigen evaluatie van de NS over de FIRA, daar wordt gesteld dat er onvoldoende integraal is aangestuurd en verschillende bedrijfsonderdelen onvoldoende hebben samengewerkt. Ja. Wat vindt u van die conclusie? Ja. En dat herken ik, hè, want daar sta ik achter. Men heeft in die omstandigheden waarin men zat, met drie verschillende juridische entiteiten, op een informele manier die samenwerking ingericht. Zich houdende aan de juridische posities van de bedrijfsonderdelen. En we hadden die samenwerking beter kunnen borgen in het opzetten van een meer formele structuur. Dus u zegt, ze hebben informeel samengewerkt, terwijl ze vasthielden aan juridische posities. Dat lijkt me een beetje contradictie in terminus, maar ik kan me er iets bij voorstellen. En we hadden dat met nog meer regels moeten borgen. Is dat wat u zegt? Nou, we hadden betere afspraken, formele afspraken over die samenwerking kunnen maken, hoe dat ingericht zou kunnen worden. Ja. Wat is er, zijn er dan tussen, die verschillende posities en de wijze van samenwerking, zijn daar dan dingen tussen gevallen? Nee, zoals gezegd, er was gewoon frequent overleg. Maar dat was niet geborgd in de structuur. Als ik even vooruit neem, misschien helpt dat om het beeld te schetsen. Op basis van de taskforce die we toen opgezet hebben toen het misging, wat veel meer geïntegreerd was met een eenhoofdige leiding, hebben we ook gezegd, een lesson learned daarvan is, ook als je naar de toekomst toe de introductie hebt van nieuw materieel, moet je dat
beter structureren. En we hebben nu één stuurgroep met één programmadirecteur die de totaliteit van de aansturing voor zijn rekeningen neemt. En daar hadden we drie zelfstandige organisaties die ieder in hun eigen verantwoordelijkheid met elkaar samenwerkten. En dat was die samenwerking, hè, die was er dan wel, maar de alignment en vooral dus het overdracht waarschijnlijk van besluiten, dat is beter als je dat met een eenhoofdige leiding doet. Nou weet je wat, ik constateerde wel dat ik altijd consistente informatie kreeg uit de drie bedrijfsonderdelen. Dus dat overleg was er zeker. Maar het doorpakken misschien wat minder? In ieder geval was er niet iemand die de knopen erdoor kon hakken namens alle drie. Dus het was het voortdurend toch met elkaar afstemmen, zeg maar. Het knopen dus doorhakken was eigenlijk een functie die miste? Uiteindelijk, als men hakte de knopen met elkaar door en als men er en belangrijke beslissingen werden geëscaleerd naar de directie. Ik denk dat de huidige structuur met één programmadirecteur, dat uiteindelijk goed is en helpt om beslissingen op een gestructureerdere manier nog voor te bereiden. Ja. En nog iets anders, hè? Bij NSFNC zitten vooral juristen die dit contract bewaakten. Bij Netrain zitten ingenieurs. Bij HSA zaten wat misschien juristen en wat economen. Praten dat goed met elkaar? Bij NSFNC zaten niet alleen juristen, er zaten ook technische mensen. En NSFNC werd ook erg ondersteund door een bedrijf als bijvoorbeeld Lloyds. Waar ook heel veel technische mensen zaten. Maar dat was ook weer een extra structuur die erbij moest. Absoluut. Dat maakte het allemaal wel lastig. Gecompliceerd. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus u zegt, zeer complex, we hebben ervan geleerd dat er toch één knopen doorhakken nodig is. Ja, dus een meer eenduidige verantwoordelijkheid helpt. Ja. Dank u wel. Ik geef het woord aan mijn collega Bergkamp. Dank. We willen u nu een aantal vragen stellen over de periode begin 2013... tot aan het moment van de definitieve stopzetting met de Van de Vira. Op 11 januari 2012 laat de projectleider, de heer De Leeuw, namens NSFNC weten aan Ansaldo de Breda om de treinen over te nemen, conform de koopovereenkomst. We noemen dat PTO. Was u op de hoogte van dat besluit? U bedoelt denk ik 11 januari 2013, hè? Sorry, 2013. 2013. Ja. Nee, van dat specifieke besluit was ik niet op de hoogte. De belangrijke beslissing over overdracht werd veel eerder genomen, namelijk in mei 2012 al, in de zogenaamde APTO, de Anticipated PTO. Preliminary Takeover. Ja, het is een beetje, het wordt een lang woord, hè? Anticipated Preliminary Takeover. Ja. Misschien even goed om voor de mensen uit te leggen, dat wil zeggen dat de treinen voortijdig worden overgenomen, hoewel ze nog niet voldoen aan de koopovereenkomst. Dat klopt. En er waren afspraken over gemaakt wat dat dan juridisch betekende. Maar mevrouw Van Vroonhoven zei ook inderdaad in het verhoor dat dat te maken had met besluiten die genomen zijn in mei 2012. Dat over klopt. De voorwaarden. Wat waren die voorwaarden? Toelating was essentieel. Die was er nog niet. Daarom, dat was een van de belangrijkste redenen waarom er nog geen PTO op dat moment genomen kon worden in mei 2012. Die toelating kwam vrij snel daarna wel, namelijk in juli in Nederland en in september in België. Daarnaast waren er nog een aantal openstaande items en het commitment van Ansaldo Breda qua herstelcapaciteit om dat in te zetten. Dus daar ging de discussie nog over. En u zegt een aantal openstaande punten. De heer De Leeuw gaf aan in het verhoor dat die lijst heel lang was. Langer ten opzichte van andere projecten. Was u daarvan op de hoogte? Ja, dat er een lijst was en dat er problemen waren die geadresseerd moesten worden. Groter waren dan bij andere projecten. Dat daar kan was ik u bevestigen. Van op de hoogte. Ja, ja. En u zegt, die voorwaarden waren dus enerzijds de trein moest toegelaten worden. Ja. En er was een lijst met een groot aantal openstaande punten die opgelost moesten worden. Dat waren eigenlijk de voorwaarden. En een inzet, extra inzet van Ansaldo Breda, om die te adresseren. En op die basis, de koopovereenkomst bleef nog gewoon staan. Hè. Het was niet zo dat die terzijde werd geschoven. En Ansaldo Breda was nog steeds verplicht om zijn kant van de koopovereenkomst na te komen. En als ze dat niet zouden doen, dan kon die uiteindelijk ontbonden worden. Maar wil het nou ook zeggen dat op het moment dat de treinen werden toegelaten, dat toen in principe NSFNC niet anders kon dan de treinen over te nemen volgens PTO?
Nee, er moesten nog steeds aan bepaalde eisen voldaan worden. Die toelating was de voornaamste eis. En welke eisen nog meer? Zoals gezegd, er waren nog een aantal eisen die op die openstaande actielijst stonden. Die waren contractueel afgesproken dat die opgelost zouden worden. En in ieder geval dat een saldo Breda voldoende gekwalificeerd personeel in zou zetten om ook problemen die ze nog voor zouden doen, om die op te lossen. En dat, ja. Toen dat afgesproken was, hadden we ook de verplichting onder de koopovereenkomst om uiteindelijk PTO te nemen. Ja. Maar de majeure beslissing was de APTO, want toen vond namelijk de eigendomsovertracht plaats. Daar zijn we heel intensief bij betrokken geweest, zoals u gezien hebt uit alle documenten. Ja. Ja, ik vat het even samen. U zegt mei 2012 is heel belangrijk geweest, want toen is besloten om treinen APTO over te nemen, voortijdig. Daarbij was een belangrijke voorwaarde de toelating van de treinen. Ja. En het oplossen van een lange lijst met openstaande punten. En Ansaldo Breda moest capaciteit leveren om de problemen op te lossen. En u zegt op het moment dat aan die drie voorwaarden voldaan zou zijn, zouden die treinen die voortijdig waren overgenomen ook volgens gewoon de normale koopovereenkomst overgenomen kunnen worden. Ja, niet al die punten op de openstaande itemslijst hoefden allemaal in detail opgelost te worden, want er zijn altijd openstaande items. Zo gaat dat bij het indienst nemen van treinen. Maar een aantal belangrijke punten. Zoals? Kunt u wat voorbeelden noemen? Nou, er gaan dingen. Een paar van die voorwaarden waarvan het duidelijk moest zijn dat die opgelost moesten zijn voordat de trein PTO werd overgenomen. Zegt er waren een aantal grote belangrijke punten. Wat waren die punten? Die zitten bij de notulen van die vergadering. Die heb ik niet helemaal scherp die zijn. Maar een paar voorbeelden van die grote punten. Maar in ieder geval de betrouwbaarheid van de treinen moest geadresseerd worden. Ja, er waren, dat lijkt me heel breed. Ja. Ja, ik heb die niet helemaal scherp, om eerlijk te zijn, wat die waren. Het was. Maar de trein moest betrouwbaar zijn, De uitvoering van de koopovereenkomst was de verantwoordelijkheid van de directeur van NSFNC in samenwerking met de vervoerder en met ons onderhoudsbedrijf. Dat was de organisatie met z'n drieën die uiteindelijk bepaalde of voldaan werd aan de vereisten van de koopovereenkomst, zodat de PTO genomen zou kunnen worden. Ja, dat was een operationele uitvoering. Ja, ik ga u even onderbreken. U zei net in het verhoor met mevrouw Vos dat een taak van de Raad van Toezicht was van NSFNC om te besluiten als er treinen gekocht werden, om dat ook met elkaar te bespreken. Ja. Dat klopt, hè? Dat heeft u in het verhoor met mevrouw Vos aangegeven. Maar als we dan gaan naar het moment dat een groot aantal van de treinen, eigenlijk alle treinen, we hebben het gehad over 11 januari 2013, dat het besluit genomen wordt om alle treinen PTO over te nemen. Daarvan was u niet op de hoogte, zegt u. En niet alle treinen, er waren de treinen die al in APTO afgenomen waren. De overige treinen zouden worden overgenomen. Nee, dat ging om de treinen die in APTO afgenomen waren. Die zouden PTO worden overgenomen. Die zouden PTO worden genomen. Die verantwoordelijkheid, wat een uitvoering van het contract was, om te kijken of nu aan alle contractuele verplichtingen van Ansaldo Breda voldaan was, dat was de verantwoordelijkheid van de directeur van NSFNC, die dat deed in samenspraak met de vervoerder, die ook kon bevestigen dat het geval was. Ja, ik stel even vast dat u in ieder geval niet op de hoogte was dat op 11 januari 2013 een aantal treinen, de APTO-treinen, die PTO werden overgenomen, dus de voortijdige treinen, dus zeg maar die voortijdig waren overgenomen, werden overgenomen volgens de koopovereenkomst, dat u daar niet van op de hoogte was. Nee, want die hadden wij formeel juridisch al overgenomen. Het eigendomsoverdracht was in mei en de rest was uitvoering daarvan. En het consequentie van het PTO was, de consequentie van het PTO was dat er verdere betalingen plaatsvonden aan Ansaldo Breda. Dus het was een stap in de uitvoering van de koopovereenkomst. De principiële discussie was, zijn wij in staat om deze treinen in eigendom over te nemen? Ja, u vond het uitvoeren, maar dan ga ik even terug naar die periode. December wordt gestart met de treinen. Vervolgens breekt januari aan, waarin het ook gaat sneeuwen. En er ontstaan problemen, storingen. De klant is ontevreden. Het leidt zelfs tot een bespreking in de Tweede Kamer. En toch wordt zoiets niet besproken van, zullen we nou wel die treinen gaan overnemen? Maar die treinen waren al overgenomen. U zegt het was gewoon een soort routinematig iets. Ze waren al APTO. De treinen waren nu toegelaten. Precies. Dus het was een vanzelfsprekendheid dat de andere treinen overgenomen zouden worden.
Wij moesten de koopovereenkomst nakomen. En daar waren verplichtingen in dat als je daaraan voldaan had, dan ging je over tot PTO. En dat triggerde op dat moment, veranderde niet de juridische positie, maar betekende een verdere betaling. Dus u vond het ook niet nodig dat zo'n besluit dan nog een keer wordt besproken met de Raad van Toezicht? Nee, want het is ook niet besproken in de NS-directie? Nee, het is niet besproken toen, want we hadden dat al gedelegeerd in mei. Even terug naar die periode in mei, op het moment dat er besloten werd om treinen voortijdig over te nemen. We hoorden ook van de heer Richard de Leeuw dat de treinen niet door de 1000-kilometer-test kwamen, storingsvrij. En dat was wel een voorwaarde. Was u daarvan op de hoogte? Help mij nog even. Wat zei die, wanneer zei hij dat? Op welk moment? Het moment dat de heer de Leeuw dat zei was tijdens een verhoor. Ja, dat snap ik. En wat hij daarover zei was, voordat de treinen APTO overgenomen werden, is er volgens het koopovereenkomst de eis dat er een 1000-kilometer test is met de treinen. En die treinen moeten daar storingsvrij uitkomen. Dat is een eis, een voorwaarde. Die treinen kwamen daar niet storingsvrij uit. Toch zijn ze APTO overgenomen. Mijn vraag aan u is, wist u dat? Ja, er was een lijst van dingen die nog geadresseerd moesten. Ik heb het niet over de lijst. Nee. Mijn vraag aan u, wist u dat er een voorwaarde was om de treinen voortijdig over te nemen, of sowieso over te nemen, namelijk die 1000-kilometer test? Ja. Toen in mei, er was een hele lijst van uitstaande zaken, daar was een oordeel werd eraan toegevoegd. Meneer Robben, ik denk dat de vraag heel helder was. Wist u dat of wist u dat niet? Daar kunt u ja of nee antwoorden. Dat kan ik me niet meer herinneren. Oké, gaan we nu verder met de volgende vraag. Ja. En waarom we daar even bij stilstaan, het is natuurlijk heel belangrijk, een belangrijke voorwaarde waar niet aan voldaan wordt. En vervolgens worden de treinen wel voortijdig overgenomen. Mijn vraag aan u is verder daarover. U was niet op de hoogte van het besluit om de andere treinen en de APTO-treinen PTO over te nemen. Heeft u wel nog van tevoren gecheckt van, goh, zijn die grote problemen nou opgelost? Ja. Betrouwbaarheidsproblemen. Ja. Ja, want we kregen iedere maand een overzicht van de voortgang van het project. Daar werden sommige problemen opgelost. Andere problemen, er kwamen in de voortgang natuurlijk ook weer nieuwe issues erbij. Er waren ook altijd acties die afgesproken werden, interventies die gepleegd zouden worden om de problemen te adresseren. En maand bij maand zagen wij die voortgang. En dan werden we zowel door NSFNC als Netrain als door HSA van op de hoogte gehouden. En die boodschappen waren consistent. En wanneer dat er vooruitgang was. En B, dat er nog steeds problemen waren. Ja. En wanneer stelde u daar een laatste vraag over in die periode? Of de treinen betrouwbaar waren? Dat was een doorgaand gesprek. Dat was niet een laatste vraag. Dat was een doorgaand gesprek met de drie bedrijfsonderdelen van, is het haalbaar? Is het verantwoord? En de conclusie was steeds ja, het is haalbaar en verantwoord om te gaan rijden met de treinen. En de treinen waren betrouwbaar, want u zei dat was eigenlijk het die belangrijkste. Die waren voldoende betrouwbaar. Laten we duidelijk zijn, die treinen, dat waren geen hele goede treinen. Dat was toen ook al wel bekend. Maar er was voldoende buffercapaciteit. Toen we gingen rijden in december hadden we 7 treinen en we hadden 3 nodig om te gaan rijden. Maar we gaan nog even terug naar, u zegt net in dit verhoor, er waren 3 dingen belangrijk om de treinen PTO over te nemen, conform de koopovereenkomst. Ze moesten toegelaten worden, maar ze moesten ook een aantal belangrijke openstaande punten moesten opgelost worden. De trein moest betrouwbaar zijn en Ansaldo-Breda moest voldoende capaciteit hebben. Over die betrouwbaarheidsproblemen. We hebben gezien wat Netrain in de periode december-januari heeft moeten doen om überhaupt ervoor te zorgen dat er treinen waren voor reizigers. Ja. Dus die betrouwbaarheid was helemaal niet zo goed. Hoe kan het dan dat aan een van die cruciale voorwaarden, namelijk een betrouwbare trein, dat daar niet aan is voldaan, maar dat toch het proces van het overnemen van treinen is doorgegaan onder uw verantwoordelijkheid? Die trein, op dat moment voldeden de treinen aan de eisen die in de koopovereenkomst stonden. Maar u zegt net de trein moest betrouwbaar zijn. U weet niet allemaal de technische dingen, maar u zei de trein moet betrouwbaar zijn. Die treinen waren op dat moment niet betrouwbaar. Er moest aan een aantal eisen voldoen om overgenomen te kunnen worden. En daar voldeden ze aan. Er waren ook andere betrouwbaarheidsaspecten die Ansaldo Breda na in gebruikname moest adresseren. Wat natuurlijk gebeurde is dat Ansaldo Breda onvoldoende in staat was om de problemen uiteindelijk structureel op te lossen. Maar dat was geen reden om uiteindelijk niet die PTO te kunnen nemen. Maar het is even belangrijk om dit te mankeren. U zegt voor u
U kreeg signalen dat de treinen voldoende betrouwbaar waren. Dat was een van de eisen om de treinen van APTO PTO te laten worden. Dus over te nemen echt. U kreeg signalen dat de treinen voldoende betrouwbaar waren. Hoewel in januari op dat moment toch heel duidelijk bleek dat reizigers ontevreden waren. Er een debat was in de Tweede Kamer. Maar dat was voor u geen reden om te zeggen, ik trap op de rem, even geen treinen overnemen. Dat was op dat moment geen reden om die interventie te plegen. Ja. Nog even een andere vraag. Op 15 januari wordt ontdekt dat er een afdekrooster van een Vira-trein is gevallen. Dat wordt door de NS ook gezien als veiligheidsissue. Ten eerste van, ja, wat gebeurt er met de treinen? Kan er van andere treinen een afdekrooster vallen? Maar zo'n afdekrooster kan ook op de rails, op het spoor vallen, waardoor je zelfs een ontsporing kan krijgen. Waarom is toen op die 15e niet meteen zeg maar alle Vira's uit de dienst gehaald? We rijden veilig of we rijden niet. Dat is het principe wat in het DNA van al onze mensen zit. Vandaar de vraag zit. Ook. Daarom een hele terechte vraag. Ik ben niet bekend met het incident op 15 december, in ieder geval niet, of 15 januari. In ieder geval niet op dat moment. Dus u zult dat moeten vragen aan de mensen die daar op dat moment bij betrokken waren. De technische mensen en ook de directeur van HSA. Wat precies de achtergrond van dat incident was. Ik ga ervan uit dat hij binnen dit DNA waar we net over hadden en het principe van we rijden niet of we rijden veilig, de interventies gepleegd heeft om te zorgen dat we veilig konden rijden. Heeft u dat zelf ook nagegaan? Nee, ik wist dat toen niet. Wanneer hoorde u eigenlijk van het afdekrooster? Want mevrouw van Vroonhoven vertelde dat ze het de 17e hoorde. Wanneer hoorde u het? Ik hoorde op hetzelfde moment als mevrouw van Vroonhoven dat op de 17e dat er een probleem was met de bodemplaat. Toen belde de directeur van HSA van er is een probleem en ik denk dat we moeten stoppen. Toen hebben we gezamenlijk besloten gelijk stoppen deze situatie. Ja. Ja. Dus ik vat even samen, u zegt veiligheid zit in het DNA van de NS, dus het is belangrijk. 15e wordt geconstateerd dat er een afdekrooster van een Vira-trein is gevallen u hoorde het de 17e van januari en dat geldt ook voor mevrouw van Vroonhoven. Dus de NS-directie hoorde het 2 dagen later. Nee, wij hoorden op de 17e dat er een incident was op de 17e. Daar hebben we op gereageerd. Kreeg wat u signaal precies het incident was op de 15e, daar was ik me op de 17e. Niet van bewust. Als er een incident was geweest, was het opgelost door de HSA-organisatie die daarop ingericht was om als er veiligheidsaspecten waren daarop te interveneren. Dan ga ik hem nog even duidelijker vragen. Hoorde u op de 15e dat er een afdekrooster van een Vira-trein was gevallen? Nee. U hoorde het voor het eerst op de 17e, toch? Ik hoorde op de 17e dat er een probleem was op de 17e. Ik ben me niet bewust dat mij toen ook vertelde dat er een probleem was op de 15e. En als dat er geweest zou zijn, dan was het de verantwoordelijkheid voor de directeur van HSA om daarop te interveneren. En ik ben ervan overtuigd, maar dat zult u hem moeten vragen, omdat het zo belangrijk is, we rijden veilig of we rijden niet, dat hij de interventies gepleegd heeft die nodig waren om veilig te kunnen blijven rijden. Ja, ik stel vast dat de NS-directie in ieder geval niet de 15e op de hoogte was dat er een afdekrooster van een Vira is gevallen. Dat de NS-directie dat de 17e wist. Ik weet alleen van de 17e weet ik wat er op de 17e aan de hand was. Maar hoe incidenten kan het? Die waren opgelost, neem ik aan. Op een manier die acceptabel was. En dat was aan de vervoerder om te beoordelen. Ja. Maar heeft u dat ook, u zegt, ik ga ervan uit dat. Maar heeft u dat ook gecontroleerd? Ja, als ik het niet wist, heb ik het niet gecontroleerd. Nee, maar de 17, u zei, de 17 ging ik ervan uit. We hebben direct geïnterveneerd. Daarna hebben we de taskforce opgezet om te zeggen, wat is hier aan de hand? Want als we zo'n incident hebben, gaan we dit uitzoeken. Dan waren natuurlijk ook de betrouwbaarheidsproblemen waar u naar refereerde. Ja, ik kom we daar, waren er echt klaar mee. Ja, meneer Robbe, ik kom daar straks nog op. Maar in ieder geval, u zegt, en dat is toch wel ook een vaststelling, het zit in het DNA van de NS, als er een veiligheidsissue is. Maar u hoorde het niet de 15e meteen al, u hoorde eigenlijk 2 dagen daarna de 17e. En dat geldt dus ook voor mevrouw van Vroonhoven. Ik weet hier niet wat het probleem was. Of dat toen gemeld, de HSA-directie die ervoor verantwoordelijk was, heeft de interventies gepleegd. En vraag u dan aan meneer Siepes anders, wat er precies gebeurd is toen. Ik begrijp dat de NS-directie inderdaad dat niet wist. Dus u zegt, degene die dat zou moeten weten is
de directeur van HSA. Die zou op een aantal vragen die wij daarover hebben antwoord moeten geven. Ja, en ook de interventies gepleegd hebben die als er een veiligheidsincident was, die dat geadresseerd zou hebben, ja. Nou, waarvan akte, zullen we zeggen. Dan gaan we naar die taskforce, waar u ook al het een en ander over gezegd heeft. Op een gegeven moment wordt er een taskforce opgezet onder leiding van mevrouw van Vroonhoven. Had die taskforce nou dezelfde aanpak als NSFSC of zat daar een verschil in aanpak? Nee, het was een andere aanpak waarbij de taskforce integraal naar de treinen keek. En de vraag was, wat is er voor nodig om deze treinen op een betrouwbare manier, op een onderhoudbare manier, weer in te zetten in de dienstregeling? En doet u alles wat daarvoor nodig is om dat vast te stellen? Dus dat was de taskforce en de aanpak van NSFSC, als u die er tegenover plaatst? Nou, NSFSC werkte samen met HSA ook aan de introductie van de treinen. Maar zat er toch ook in met een rol van, ik moet de juridische positie van NS ten opzichte van Ansaldo Breda voldoende blijven bewaken. Zodat bijvoorbeeld de garanties die we hebben onder het contract niet in gevaar komen. En de taskforce heeft gezegd, als het ten koste gaat van de garanties, dan maar ten koste van de garanties. Maar we willen iedere steen boven hebben. Ja, dus het verschil tussen... Dat was ook een uitzonderlijke situatie, hè? Dat snapt u. Ja, sorry. Dat hebben we gemerkt, inderdaad. de taskforce heeft dus de aanpak om echt te kijken, buiten alle juridische beperkingen, van wat kunnen we nou doen met die treinen en hoe kunnen we zorgen dat er een oplossing komt. Ja. En NSFC zat veel meer vanuit het contractuele, het juridische, niet te veel misschien ook zitten aan de treinen, want dan kom je in de garantie. Of in de verantwoordelijkheid van Ansaldo Breda. Precies. Dat speelde toen ook. Ja. Dat gezegd hebbende, ik wil toch ook duidelijk maken dat NSFSC zich voortdurend inzet om samen met de vervoerder oplossingen te bedenken. Juist omdat Ansaldo Breda vaak niet in staat was, ondanks hun inspanningen, om af te leveren. Te zeggen, hoe gaan we hier dan mee om? En daar zijn die voorbeelden van loan and use en APTO en wat dan ook, zeg maar, om toch gezamenlijk proberen een oplossing te bedenken. Maar ja, NSFSC zag het ook als zijn rol, en terecht denk ik, om de juridische positie van niet alleen van NSFSC, maar ook van NS, te blijven bewaken. Had NSFSC ook wel een rol in de taskforce? Ja, NSFSC is gevraagd om ook met zijn resources, met zijn mensen en met zijn informatie mee te werken in die taskforce. Ja. Zaten ze ook in die taskforce? Ja, daar waren ook mensen van NSFSC bij betrokken, ja. Bij betrokken, maar zaten ze ook in die taskforce? Waren ze ook de taskforce? Mensen zoals... Ja, die waren er ook, zaten in de taskforce. De heer Van Dijk zelf, de managing director, zat niet in de taskforce, maar wel de mensen van NSFSC. Die zaten dus ook in de taskforce. Zat ook in die groep die daarnaar keek, ja. De heer Van Dijk, directeur van NSFSC, 10 jaar betrokken ook geweest bij dit project, heeft zijn zorgen ook geuit over de rol van NSFSC en de positie van NSFSC ten opzichte van de taskforce. Heeft hij die zorgen met u gedeeld? Absoluut, ja. Ja, en hoe bent u daarmee omgegaan? Ik heb hem gevraagd om zich in te zetten voor de taskforce in het belang van het bedrijf. En daarmee het risico te nemen dat bepaalde juridische rechten die we hadden, dat we daar later wellicht moeite mee zouden hebben om die uit te oefenen. Omdat we wat dat betreft dus door zelf aan de treinen te gaan sleutelen, bepaalde claims op Ansaldo Breda niet meer zouden kunnen honoreren. Ja. Nou, op een gegeven moment, maart 2013, stappen 2 directieleden van NSFSC op. Hè, de heer Van Dijk en ook de heer De Jong. Als we het hebben over de heer Van Dijk, die is natuurlijk 10 jaar lang betrokken geweest bij het project. Wat waren nou de redenen van deze 2 directieleden om op te stappen? Omdat hij zich uiteindelijk niet kon vinden in het opgeven van onze juridische rechten vanuit zijn positie als managing director van NSFSC. Ja, dat was dan wel in het belang van de groep, dat kon hij dan wel zien. Maar in zijn rol als managing director vond hij uiteindelijk dat hij ook de juridische positie moest bewaken. En dat dat niet ten koste mocht gaan van de juridische positie, de interventies die de taskforce pleegde. Ja, zij konden zich dus niet meer vinden in de aanpak van de taskforce ten opzichte van de aanpak die NSFSC tot nu toe altijd had gehad in het project. Ja, want het was ook hun rol om het contract te bewaken. Ja, dat deden ze ook. Ja, en op dat moment dat de 2 directieleden opstapten,
Gingen toen ook de resources, de mensen van NSFC uit die taskforce? Nee, die waren erbij betrokken en die bleven erbij betrokken. Maar we hadden het net over, van ze zaten ook in de taskforce, gaf u aan. Ja, ze werkte en ze bleven ook in die taskforce zitten, ondanks de andere mensen die er waren, zoals meneer De Leeuw bijvoorbeeld, die bleef gewoon meewerken aan de taskforce. Maar de heer Van Dijk en de heer De Jong, die directeuren waren van de directeuren waren van NSFC, vonden dat ze hun vennootschappelijke rol niet meer goed uit konden oefenen. U weet zeker dat de heer De Leeuw in de taskforce zat? Ja, wat noemt u met in de taskforce? De heer De Leeuw heeft met zijn kennis en vaardigheden meegewerkt aan de uitvoering van de activiteiten meneer van Robben, de taskforce. Ik vind het belangrijk om het heel feitelijk te weten. Ja. Mensen kunnen meewerken aan allerlei projecten, maar deelnemen en zitting hebben in een taskforce is natuurlijk wel anders. Dus mijn vraag was net ook, waren de mensen van NSFC die zitting hadden in die taskforce? Die in ieder geval bijdroegen aan alle overwegingen van en alle besluitvormingen daarin en hun input daarin hadden. Ja. Ik constateer dat u volgens mij niet met zekerheid weet, want in ieder geval ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Ik probeer even scherp te krijgen van... U kunt ook zeggen, ik weet het niet. Dat is misschien soms voor het verhaal helderder. Je maakt het onderscheid tussen in de taskforce zitten en samenwerken met de mensen in de taskforce. De mensen van NSFC hebben loyaal meegewerkt aan de uitvoering van de taskforce, maar de heer Van Dijk en de heer De Jong konden dat niet in overeenstemming brengen met hun vennootschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Dus we stellen even met elkaar vast, er waren veel mensen die betrokken waren met die taskforce, maar u weet even niet wie er nou echt in die taskforce zaten. Als u nou vraagt, geef mij eens een lijstje van welke naam zat in de taskforce en wie was betrokken, dat onderscheid heb ik niet helemaal scherp. Ja, nee. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk om te weten of een NSFC ook echt zitting had met de expertise en kennis. Die expertise en kennis was er dus wel. Ja, ja, ze zijn betrokken, maar u weet, laten we dit afronden. U weet niet of ze in de taskforce zaten. Heeft u ook nou nog een rol gehad bij het opstappen van de twee directieleden? Was dat nou vrijwillig of? Zij meldden zich bij mij en zeiden dat ze hun verantwoordelijkheid niet meer wilden nemen in deze positie. Ik betreurde dat, want ik vond ze waardevolle, professionele collega's die zich ook met hart en ziel hadden ingezet voor het succes van dit project. Wat natuurlijk helaas niet goed gekomen is. Laten we daar duidelijk over zijn, want de treinen zijn niet gekomen. Maar ook deze mensen hebben zich daarvoor ingezet. Ja, dus het was vrijwillig. Dus ze waren vrijwillig zijn ze vertrokken. Ik geef even het woord aan mevrouw Vos. Ik wil nog even vragen over die verdeling van de verantwoordelijkheid. U zegt veiligheid zit in DNA van de NS. We hadden het net even over het incident met die bodemplaat. Maar zegt u nu dat HSA heeft dus op 15 januari actie genomen? Dat hoort bij de verdeling van verantwoordelijkheden? Dus dat het echt aan HSA was? HSA als vervoerder was verantwoordelijk voor het veilig vervoeren en voor de veiligheid van de treinen. Het was de verantwoordelijkheid daarvoor van de directie van HSA, ook om daar op toezicht op te houden. En daar waren ook procedures voor, hè? Die natuurlijk ook extern geaudit zijn en waar de ILT naar gekeken heeft. Al dat soort zaken, die bestaan allemaal. Ja. Maar bijvoorbeeld het niet melden van het feit dat er een bodemplaat op de 15e was afgevallen, dat hoorde ook binnen de procedures over hoe u dat had verdeeld, ik weet niet precies wat er toen op de 15e aan de hand was. Dus ik kan hier niet aan u verklaren of hij dat wel of niet had moeten melden. Ik weet wel dat hij daarvoor verantwoordelijk was. Mm-hmm. En ik weet ook dat als er serieuze zaken waren die hij niet op kon lossen binnen de bestaande procedures, dat hij dat escaleerde. Maar dat bleek op de 17e. Maar dat was dus na de verantwoordelijkheid van HSA om op een gegeven moment te zeggen, we stoppen met deze treindienst nu. Dat is dan echt aan absoluut de HSA. Ja. En dat is niet iets waar de NS-directie zich dan mee mag bemoeien volgens de verdeling van verantwoordelijkheden. Dat was de verantwoordelijkheid van de vervoerder om te beslissen of er veilig gereden kon worden. En dat was in deze structuur, was dat HSA. Ja. En u zei net ook, we hadden net ook een discussie over die APT-overname, dat was ook de verantwoordelijkheid van HSA en NSFC en niet van de NS-directie. Ja, het overnemen van het juridisch eigendom, Daar heeft de NS-directie een positie over ingenomen, gelet op de grote consequenties die dat had. De echte eigendomsovername, als je daar kijkt juridisch gezien, dat was onder de leaseovereenkomst en dat was tussen HSA en NSFC. Maar die namen dat soort fundamentele beslissingen niet zonder consultatie, laat ik dat woord gebruiken,
met de NS-directie. En als die dat niet goedgekeurd zou hebben, zou dat natuurlijk zwaar meegewogen hebben. Laat ik het zo formuleren. Oké, dus de hoofdverantwoordelijkheid ligt daar, maar er is altijd wel een toetsing naar absoluut. Boven. Absoluut. En dus ze werden ook heel goed op de hoogte gehouden in dat hele proces van wat er gebeurde. Ja. Want die indruk wil ik niet geven dat ze met z'n drieën bezig waren. Wij werden als directie in ieder geval maandelijks en ook individueel frequent op de hoogte gehouden. En ook de Raad van Commissarissen van NS werd frequent op de hoogte gehouden van de stand van zaken van dit hele introductie. Dus u bent ook verantwoordelijk inderdaad voor die APT-overname? Absoluut, die verantwoordelijkheid nemen wij. Ja, u bent ook verantwoordelijk voor het feit dat op de 16e alsnog met die trein is gereden? Die verantwoordelijkheid, zoals gezegd, lag bij de vervoerder om die beslissingen te nemen. Niet alle beslissingen in het bedrijf worden allemaal door de top genomen. En zeker in deze structuur. Het veiligheidscertificaat is gegeven aan HSA. Het is de verantwoordelijkheid van de directie van HSA om daar toezicht op te houden. En als er issues zijn, dat afhankelijk van de zwaarte van die issue, dat te bespreken. Maar die verantwoordelijkheid dus in dit geval, bij de directie van dus HSA. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van HSA geweest om op de 16e alsnog te gaan rijden? Absoluut. Ja. En niet van NS-directie. Oké. Mevrouw Bergkamp. Op 29 mei 2013 besluit de directie en de raad van bestuur van NS om te stoppen met de Vira. Op 30 mei is er een vergadering met de raad van commissarissen en daar wordt ook unaniem besloten om te stoppen met de Vira. Maar vervolgens gebeurt er wat. De heer Raap, directeur deelnemingen bij het ministerie van Financiën, die belt en die zegt iets telefonisch. Zou u ons mee kunnen nemen in dat proces om even aan te geven van wat de heer Raap op dat moment wilde. Ja, op 29 mei lag er een voorstel voor om een keuze te maken tussen kunnen wij doorgaan met de Vira V250 of moeten we naar een alternatief. Dat was altijd de instelling van de insteek van de taskforce. We gaan twee trajecten ontwikkelen of we gaan door en dan moet het betrouwbaar, onderhoudbaar enzovoort zijn. We gaan voor een alternatief. Op 29 mei kwam dat bij elkaar en lag er een voorstel eerst bij de directie en toen bij de Raad van Commissarissen, waarin het voorgenomen besluit was om te stoppen met de V250 op basis van al die argumenten die er toen waren. Op diezelfde dag. U zegt even, sorry dat ik u onderbreek, een voorgenomen besluit. Als wij kijken naar de stukken van 29 mei en 30 mei, dan lijkt het gewoon alsof er een besluit genomen is. Er moest toch wel verdere implementatie aangegeven worden. Dat was de data die er toen waren. We kunnen nog even naar de bewoordingen kijken. Het was nog niet het finale besluit, laat ik het zo formuleren. Maar het was wel de conclusie dat we ertoe gekomen waren. Dat het deze optie werd van stoppen. Laten we even naar het moment gaan dat de heer De Raap u belt. Wat zei de heer De Raap? Ik had hem eerst zelf gebeld, want ik moet het even andersom doen. U had hem gebeld? Op de 29e zaten wij in de High Speed Lounge in Schiphol. Zetten we die opties naast elkaar en zeggen, dit is wat we moeten gaan doen. Ik heb toen onmiddellijk de heer Raap gebeld en gezegd van, meneer Raap, dit is waar wij staan. Dit is de afweging die we gemaakt hebben. Wij willen stoppen met de V250. Ja. Nou, meneer Raap zei van dat snap ik, maar dat wil ik beter begrijpen. En kunt u morgen mij nog een nadere toelichting geven? Die volgende dag, de 30e, hebben we ook weer. Ja, ik onderbreek u even over deze stap. Zei u toen ook tegen de heer De Raap, het is een voorgenomen besluit? Ik denk dat we dat woord voorgenomen op dat moment niet hadden, maar we hadden nog geen finaal besluit genomen. Dat woord voorgenomen is misschien een uitleg van de aard van het besluit, maar dat woord functioneerde als zodanig nog niet. U zei, we hebben nog geen finaal besluit genomen. We hebben nog geen finaal besluit genomen. Dat heeft u tegen de heer Raap ook gezegd. We hadden gezegd, wij waren tot de conclusie gekomen dat de NS-directie en de Raad van Commissarissen dat we wilden stoppen. En dus we zijn tot die conclusie gekomen met de V250 op basis van deze overweging. En wij wilden daar onmiddellijk van die conclusie de aandeelhouder verwittigen. We hebben ook gezegd dat we daarmee de volgende dag nog nader zou toelichten en de Raad van Commissarissen zouden bespreken en eigenlijk de dag daarna naar buiten zouden willen gaan. Ja. Met een aankondiging dat we tot die conclusie gekomen waren. En zei u ook in dat gesprek met de heer Raap van we willen inderdaad de 31e naar buiten treden? Dat gaat NMBS ook doen. Dus we willen eigenlijk samen op hetzelfde moment naar buiten treden.
Ja, de NMBS... Gaf u dat ook aan de heer De Raad? Dat was de 31ste, geloof ik, dat de NMBS naar buiten wouden. Dus het was woensdag de 29ste. Daarna hadden we de 30ste en toen de 31ste. NMBS heeft eigenlijk het proces versneld aan hun eigen kant. Want de verwachting was eerst dat die de week daarna tot een conclusie zouden komen en naar buiten zouden gaan. Ook wij hadden een proces opgezet om in de week daarna ons finale besluit te nemen. U hebt daar misschien de papieren van gezien. We hadden alle informatie die kwam binnen eigenlijk op de 29ste. Onze insteek was, als we een besluit kunnen nemen, dat moet wel verantwoord zijn, dan willen we dat nemen en dan willen we, als dat kan, in ieder geval niet later dan de NMBS daarmee naar buiten gaan. Dat was onze insteek. Maar u wist dus dat NMBS de 31ste het bericht naar buiten zou brengen. Dat was ook afgestemd, hebben we ook begrepen van de heer De Scheemaker. En u had ook met elkaar afgestemd dat het beter zou zijn om dat met elkaar te doen. Vanuit de NS en vanuit NMBS op dezelfde dag. Wel op dezelfde dag, niet met elkaar, ieder separaat, zeg maar binnen zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar wel op hetzelfde moment. Wel op hetzelfde moment. Zei u dat toen ook op dat moment tegen de heer Raap? Van we hebben afgestemd met de heer De Scheemaker van NMBS om de 31ste naar buiten te treden. Afzonderlijk, maar wel op hetzelfde moment. Wij hebben tegen de heer Raap gezegd dat het, dat het onze wens was om op de 31ste naar buiten te gaan. Met de heer Raap hebben we toen... Maar ook, mijn vraag was, meneer Robbe, ook over NMBS. Heeft u dat ook medegedeeld aan de heer Raap? Die specifieke vraag kan ik me niet meer herinneren. Ik neem aan dat ik hem uitgelegd heb waarom wij vonden dat het belangrijk was om op de 31ste naar buiten te gaan. En u weet niet meer of u op dat moment ook niet gezegd heeft dat het was afgestemd met NMBS om op de 31ste afzonderlijk, maar wel op dezelfde dag naar buiten te treden. Dat woord afgestemd, dat klinkt... op hetzelfde moment naar buiten te treden. Wij wilden, NMBS had een boardmeeting. Meneer De Scheemaker zei tegen ons, als ik een boardmeeting heb, dan gaat dat lekken en dan komt er naar buiten. Want zo gaat dat bij mij. Precies, en daarom dat is wat hij tegen ons zei. Ja. Toen zagen we dat als een risico. Als dat zou lekken in België, willen wij, als het kan en op een verantwoorde manier we tot een besluit gekomen zijn, willen wij ook zorgen dat we niet afgestemd, maar dat wij ook zelf naar buiten gaan op diezelfde dag. Moment. Niet op hetzelfde moment, op dezelfde dag. Maar eigenlijk wouden we de NMBS voor zijn. Als ik het even zo mag formuleren. Wij wilden als eerste naar buiten gaan. Wij hebben dit besloten als dat kon. Dus er was geen afstemming van we doen het om 4 uur 's middags. Meneer Robbe, ik onderbreek u even. Ja. Mijn vraag was aan u. Heeft u medegedeeld aan de heer Raap dat NMBS ook voornemens was, want dat had u met elkaar afgesproken, om op dezelfde dag naar buiten te treden? Of ik daar het woord NMBS gebruikt heb, dat kan ik me niet meer herinneren. Wat ik wel weet is dat ik tegen de heer Raap gezegd heb dat wij graag op die vrijdag naar buiten zouden willen. En u gaf niet de reden aan? Dat denk ik wel, mevrouw Bergkamp, maar ik kan me niet precies herinneren of ik dat zo tegen hem gezegd heb. Het was wel heel duidelijk aan meneer Raap wat het belang was om op die vrijdag naar buiten te gaan. Maar het belang had er toch mee te maken dat het belangrijk was om op dezelfde dag het naar buiten te brengen. Dus ik vind het wat moeilijk om voor te stellen dat u niet meer weet of NMBS als onderwerp gevallen is in dat gesprek. Want dat was namelijk de reden om die 31ste, uw raad van commissarisvergadering werd ook vervroegd. Ja. Maar u weet niet meer of het woord NMBS in dat gesprek is gevallen. Weet u, ik neem aan dat dat zo gegaan is. Maar ik sta hier onder ede en ik wil u alleen vertellen wat ik me absoluut 100% zeker herinner dat ik gezegd heb. En dat weet ik niet precies of ik daar het woord NMBS gebruikt heb. Ik weet wel dat ik heel benadrukt heb belang om op die vrijdag naar buiten te gaan. En het zou logisch geweest zijn om te zeggen dat kwam door NMBS. Maar of ik dat woord nou gebruikt heb, dat kan ik me niet precies herinneren. Het belang daarvan heb ik heel duidelijk gemaakt, ja. Dan krijgen we die Raad voor Commissarissenvergadering en dan komt er een belletje. Ja, misschien kunnen we even niet naar de processen voor, maar even naar de Raad voor Commissarissenvergadering gaan op 30 mei. Er wordt unaniem akkoord gegaan met het besluit om te stoppen met de Vira. En vervolgens belt de heer Raap. Ja, de heer Raap zei dat hij met de minister besproken had en dat de minister graag zijn tijd wou nemen om zijn eigen afwegingen te maken. Dus dat was eigenlijk een interventie. De minister zei dat hij, ik vond het, wij vertelden natuurlijk de aandeelhouder dat we zo'n belangrijk besluit, dat we eerst tot die conclusie waren gekomen en dat we zo'n belangrijk besluit gingen nemen. Dat was niet meer dan logisch dat hij dat moest weten.
En hij liet ons toen weten dat hij zelf de tijd wou nemen om tot zijn zelfstandige afweging te komen. Had u dat dan niet in het voorproces meegenomen? Want u zegt, u vindt het eigenlijk reëel dat een aandeelhouder zijn eigen nog eens keer ernaar wil kijken. Maar had u dat in het proces dan niet mee kunnen nemen? Want het lijkt op een interventie op dat moment. Die Raad van Commissarissen is bijeen, wil een besluit nemen en dan komt er een belletje namens de heer Dijsselbloem. Ja, ik denk wat meespeelde dat het proces wat sneller liep dan wij origineel verwacht hadden. Want we dachten dat we die week erop uiteindelijk een beslissing zouden kunnen nemen. Waardoor we ook nog eerder weer met de heer Raap hadden kunnen spreken voordat er een finale besluit genomen was. Stond daarmee ook het besluit om definitief te stoppen met de Vira op losse schroeven? Het besluit, het was uiteindelijk aan de minister om die knoop door te hakken. Gelet op het belang van zo'n besluit en de bredere consequenties die dat had, vonden wij het alleszins rechtvaardig dat de minister zei van ik wil me daar zelf een zelfstandige beslissing over kunnen nemen. U zei net inderdaad dat u het zich kon voorstellen, maar mijn vraag was of alle opties weer open waren. Want de NS-directie neemt een besluit om te stoppen, vervolgens de Raad van Commissarissen. Dan komt er een belletje namens de heer Dijsselbloem die zegt stop de press, ik wil er nog even goed naar kijken. Ja. Betekent dat dat alle opties weer open waren? Dat ook dat nou, niet besluit... wat ons betreft, want er was maar één goed besluit en dat was stoppen. En er was geen twijfel in ons in de besluitvorming. Gelet op de consequenties die doorgaan met de V250 gehad zou hebben. Wij hadden het vertrouwen verloren in Ansaldo Breda. Het vertrouwen verloren dat zij nog in staat zouden zijn om de treinen weer te herstellen. Dat vonden wij niet verantwoord. Ja. Dat hebben we heel duidelijk uitgelegd aan de aandeelhouder. Wij hadden de vaste overtuiging dat we hem ook daarin mee zouden kunnen nemen. En dat we tot dezelfde conclusie zouden komen. En dat is ook zo gegaan. Op 3 juni laat de NS-directie aan de staatssecretaris van INM weten en de minister van Financiën te willen stoppen met de Vira. Dat betekent, we hadden het er net over in dit verhoor, dat het erop lijkt dat het besluit nog niet definitief was door de NS-directie genomen en door de Raad van Commissarissen. Of is het later een voorgenomen besluit geworden? Finaal besluit? Nee, te willen stoppen, dat was het besluit wat vanuit onze vennootschappelijke verantwoordelijkheid was onze insteek, we moeten stoppen. Ja, dus dat was eigenlijk een definitief besluit vanuit de verantwoordelijkheid? Ja, maar wij realiseren ons ook de bredere context waarin zo'n besluit genomen moet worden en dat de aandeelhouder daar zijn stem in had. Dus voor ons was het, wij willen stoppen, maar we respecteren dat anderen ook hun eigen afwegingen moeten maken. En daarmee creëren we ruimte ook voor onze aandeelhouder. Wij willen stoppen, maar de aandeelhouder moet daar zijn eigen zelfstandige beslissing ook innemen. Kan je dan zeggen dat het definitieve besluit een voorgenomen besluit werd? Want in de stukken staat eigenlijk eerst dat er gewoon een besluit werd genomen door de NS-directie. En in de brief kunnen we zien op 3 juni dat het meer een voorgenomen besluit is. We willen stoppen. Is door de interventie vanuit de aandeelhouder het definitieve besluit van de NS-directie een voorgenomen besluit geworden? Wij accepteerden en we vonden het terecht dat uiteindelijk de minister de finale knoop doorhakte. Maar mijn vraag is even procedureel, even heel scherp. Er was een definitief besluit genomen. Dan komt er op 7 juni een brief naar de staatssecretaris en ook aan de minister van Financiën, waarin staat we willen stoppen. Betekent het dan dat het definitieve besluit een voorgenomen besluit is? Ik denk dat dat de juiste conclusie is, ja. Oké. Okay. Op 7 juni wordt het onderwerp zelfs besproken in de ministerraad. Wat was nou de status van die bespreking in de ministerraad? Had het daar ook afgeblazen nog kunnen worden? Wat was uw indruk? Dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Wij hadden te maken. Indruk. Nee, ik heb. Het was aan de minister om een besluit te nemen als uiteindelijke aandeelhouder van NS. Het was aan de minister om te kijken wat daarvoor nodig was voor zijn besluitvorming. En als hij het opportun vond om het kabinet daarin te raadplegen, was dat helemaal aan hem. Ja, dus u zegt van nou, alles wat eruit zou zijn gekomen met de ministerraad, prima. Zeg ik niet. Want als de ministerraad tot een andere conclusie gekomen zou zijn, is een beetje een hypothetische discussie. Dat zijn ze niet, want we hadden goede argumenten. En het is goed te zien dat ook de minister dat meenam en ook het kabinet uiteindelijk tot diezelfde conclusie gekomen is. Ja, dus u zegt van de ministerraad, u had er begrip voor dat er nog eens een keer naar gekeken werd. Ook begrip dat dat onderwerp besproken werd in de ministerraad. Maar u had zelf wel de overtuiging dat als daar uit zou zijn gekomen doorgaan met de Vira, dat u
uiteindelijk de minister had kunnen overtuigen. Absoluut. Heeft u dat van tevoren ook nog geprobeerd voordat de ministerraad was? Zijn er gesprekken geweest tussen u en de aandeelhouder? Absoluut. Nee, we zijn daar regelmatig. We hebben toegelicht wat onze overwegingen waren. Dat was een heel rapport, hè, wat we gemaakt hebben. Hebben we besproken diverse keren met de aandeelhouder. Onze argumenten transparant gemaakt. En ik voelde ook altijd de steun van de aandeelhouder op de inhoud van de argumenten. Er was niet een discussie van moet je niet tot een andere conclusie komen. De aandeelhouder begreep waarom we tot die conclusie waren gekomen en ondersteunde dat. Maar wouden nog wel de procedure volgen zoals u die net uiteenzet. Oké. En als we even kijken naar die interventie van de aandeelhouder. Dan vat ik even uit uw woorden samen dat u het begrijpelijk vond dat de aandeelhouder naar wilde kijken. Ondanks het feit dat de aandeelhouder geen formele bevoegdheid had. Precies. Dat is wat u aangeeft. Oké, ik kijk even naar mevrouw Vos. Nog even ter toelichting. U zei net dat u de ingreep van de minister begreep vanwege de bredere context. Wat bedoelde u toen met de bredere context? Dat de minister zijn eigen afwegingen moet maken die misschien verder gaan dan alleen een directie maakt van een bedrijf. Maar wat kan het dan zijn? Wat is dan wat zijn dan die andere afwegingen? De politieke acceptatie wellicht van een uitkomst of hij het voldoende uit kon leggen. Ik vond ook dat hij zelfstandig zijn oordeel moest kunnen vormen op basis van de inhoudelijke argumenten. En daar zit een weging in. Laat dat ook duidelijk zijn. Er waren een aantal factoren die daarmee speelden. Bijvoorbeeld de geïntegreerde concessie of het behoud van het onderhandelakkoord. Kon dat de bredere context zijn? Dat weet ik niet. Het was een gewogen oordeel waar een aantal factoren in meespeelden. Van hoe schat je in de consequenties van de technische problemen die er met die treinen waren. Er waren juridische aspecten aan, er waren financiële aspecten aan. Wij kwamen tot het afwegen van al die aspecten, tot een weging van wij moeten stoppen met de V250 en we komen met een alternatief voorstel. Ook de aantrekkelijkheid van het alternatief is iets wat je mee moet wegen. Of je zegt, is dat voldoende om daarvoor te gaan en dan eigenlijk die Vira definitief op te geven? De aantrekkelijkheid van het alternatief bedoelt de plannen om alvast op een andere manier te gaan rijden? Precies, ja, maar dat hebben we ook meegewogen. Van kunnen we de reiziger dan iets anders aanbieden? Want als er helemaal niks is, ja, dat was natuurlijk ook niet acceptabel. Want nog even over die besluitvorming. We hebben dus de bredere context zou dus kunnen zijn de geïntegreerde concessie. Maar was er nou het risico dat die HZL-concessie nog ingetrokken kon worden? Was dat misschien ook de bredere context waar u op doelde? Wij voldeden niet meer aan de concessieverplichtingen. Nee. En dan moet dan een nieuwe afweging gemaakt worden of deze nieuwe oplossing acceptabel zou zijn, ja. En dat kan, dat bedoelde u eigenlijk met van waarom u begreep dat de minister van Financiën nog een nou, de minister kan ook andere factoren hebben gehad. Hij heeft dat niet aan ons verantwoording afgelegd waarom hij vond dat hij zijn tijd moest nemen. En wat hij ook besproken heeft in het kabinet is natuurlijk tussen hem en het kabinet. Maar heeft u dat nog besproken in die week tussen de 31ste en de 7e? Nee, wij hebben gewoon onze case, de feitelijke conclusies die we hadden en de onderbouwing daarvan, die hebben we besproken met de aandeelhouder. Maar u zegt dus net, het risico bestond nog steeds dat de HZL-concessie ingetrokken kon worden. Theoretisch was dat risico daar. In die zin dat we niet volledig voldeden aan de eisen van de HZL-concessie. Theoretisch? Ja. Praktisch? Nou, praktisch moet je een afweging maken van in deze situatie, wat is nou uiteindelijk in het reizigersbelang? En onze overtuiging was dat het alternatieve aanbod beter was dan het doorgaan met de V250. Want wij hadden ons vertrouwen verloren in die trein en in de kwaliteiten van Ansaldo Breda. Dat is helder. Maar nog even over het risico van het intrekken van de concessie. U zegt theoretisch was het mogelijk, maar het was dus niet realistisch. Nou, wij schatten dat in dat we steun zouden krijgen van alle betrokkenen om voor dit alternatief te gaan. En op basis waarvan schat u dat in? Omdat we vonden dat dit uiteindelijk een beter product voor de reiziger was. En dat de risico's van het doorgaan met Ansaldo Breda gewoon te groot waren. Dat was onze inschatting. En ook dat daar steun voor zou zijn in de samenleving, de consumentenorganisaties. Maar wist u dat van de concessiehouder, INM en Financiën?
Die hadden ons niet van tevoren toegezegd, geen garanties gegeven van tevoren. Dat wat we ook zouden doen, dat we daarmee de steun zouden krijgen. Dus uw indruk was dat het niet realistisch was dat die concessie zou worden ingetrokken. En die indruk heeft u op basis van eigenlijk het feit dat men niet zonder de NS kon gaan rijden. Nee, niet zonder NS, maar dat het alternatief uiteindelijk beter was dan doorgaan met de V2-5. Dus we hebben dat op de feitelijkheid beoordeeld. Met onze overtuiging dat we anderen daar ook in mee zouden kunnen nemen van die evaluatie. Had u op dat moment al een alternatief aanbod gereed? Nee, dat was toen nog niet klaar. We hadden het wel doorgerekend. Daar zijn we later mee aan de gang gegaan om dat verder te formaliseren. En daar ook contractuele afspraken bijvoorbeeld over te maken. Dat is nog een traject wat nog een paar maanden geduurd heeft. Maar uw inschatting was de kans dat die concessie wordt ingetrokken is praktisch nul. Realistisch is gewoon dat zij gaan doorgaan met het aanbod waar we nu al aan het werken zijn. Het was op dat moment onze verantwoordelijkheid om met de beste oplossing te komen in de situatie waar we in zaten. En doorgaan met die V250 was gewoon niet acceptabel. Ja, vanuit dus u. Wat de consequenties dan ook waren, het was onze verantwoordelijkheid om gewoon met een alternatief te komen. En daar de consequenties dan maar van te accepteren. Het was uw verantwoordelijkheid, maar dan nog had de concessiehouder kunnen zeggen, ik trek hem in. Dat had gekund. Was het ook nog denkbaar geweest dat de aandeelhouder zou kunnen besluiten om toch door te gaan met de Vira? Theoretisch wel, maar... Maar realistisch niet? Realistisch niet, want we denken dat inhoudelijk gezien... En dat gesprek was met de aandeelhouder ook steeds duidelijk. Die snapte onze argumenten en kwam tot dezelfde conclusie. Dus we hebben het eigenlijk gewonnen op kracht van argumenten. Ja. Helder. Ik geef het woord aan de voorzitter. En die gaat spreken over de schikking. Want het moment is daar natuurlijk dat het besluit genomen wordt om te stoppen. Maar dan moet er nog een schikking komen met de fabrikant. En dat speelt zo 7 maart 2014. Toen is er een schikking getroffen tussen de NS-FSC, dus degene die die trein had gekocht, NS, Anzano Breda en V-Mechanica. En daarmee kwam feitelijk een einde aan een juridische strijd om te kijken hoe jullie hier nou uit zouden kunnen komen. Kunt u de commissie globaal de inhoud van de schikking toelichten? Ja, dat kan. De treinen gingen terug naar Italië. De treinen die van Ansaldo Breda waren en hier stonden in Nederland. En de treinen die van onszelf waren en die hier in Nederland stonden. En Ansaldo Breda betaalde een bedrag van 125 miljoen terug. Die wij al eerder betaald hadden voor de betaling voor de aankoop van die 9 treinen die we afgenomen hadden en voor deel als aanbetalingen aan andere treinen. En was er ook een afspraak over financiële afwikkeling van de treinen? De treinen gingen terug, werden eigendom van Ansaldo Breda. En Ansaldo Breda werd dan in staat gesteld om te proberen deze treinen weer te vermarkten en aan anderen aan te bieden. Want op dat moment waren er blijkbaar bepaalde opties in de markt waar eventueel die treinen naartoe zouden kunnen gaan. En de afspraak was dat wij van die opbrengsten een maximum van 21 miljoen nog zouden ontvangen bovenop die 125 miljoen die we sowieso van Ansaldo Breda kregen. Dus Ansaldo Breda kreeg die treinen terug en als ze dan een trein, neem de eerste trein, die kunnen ze verkopen. Dan komt er een bedrag naar de NS terug. Ja, het was ging niet over de eerste trein, het ging over het palet van treinen. Ging het over de tweede trein? Nee, het ging over de trein 6 tot en met 11, geloof ik. 3,5 miljoen per trein was het in totaal. 6 treinen. Even goed terug. Ja. De afspraak was dus, en zo begreep ik ook het persbericht. En daarom vraag ik natuurlijk. Ik heb goed gekeken naar dat persbericht. En daar staat inderdaad dat de treinen, als ze zouden worden verkocht, dat daar geld voor terug zou komen naar de NS. Maar daar staat nergens dat dat pas vanaf de 6e tot de 7e trein is. Waarom is dat niet gewoon in het persbericht geschreven? Als treinen verkocht zouden worden, dan zouden wij als onderdeel van zo'n transactie over 6 treinen een bedrag krijgen. De eerste 6 niet, de tweede 6 wel en de laatste 6 weer niet. Als ik me goed herinner. Realiseert u zich dat er een beeld is dat zodra er een trein wordt verkocht, de NS geld krijgt en dat beeld is ontstaan door de schikking zoals het persbericht luidde, maar bij nadere analyse eigenlijk gewoon pas vanaf de 7e trein er geld komt naar de NS? Dat een beetje een ander beeld is dan uit het persbericht blijkt?
Ja, dat beeld herken ik niet. Maar waarom de afspraken staat het dan niet gewoon? De afspraken die wij gemaakt hebben, is zoals ik ze u hier uitleg. Ik wil u duidelijk maken dat wij vonden het 125 miljoen terugkrijgen. Ja, maar dat snap ik. Maar mijn vraag, ik snap wat u zegt. Mijn vraag was alleen, in een persbericht staat, zodra er treinen worden verkocht, gaat er geld naar de NS. Maar er staat niet in het persbericht bij dat dat is pas vanaf de 7e trein. Dat is als Ansaldo Breda 6 treinen verkoopt en dan stopt, dat er geen euro terugkomt naar de NS. Dat staat niet in het persbericht. Dat is niet helder geworden. We hebben de stukken van de Kamer nagekeken. Zo scherp is het eigenlijk nu pas, nu wij het daarover hebben, dat het eigenlijk pas geld is vanaf de 7e trein. Heb ik dat juist? Het is geld vanaf de 7e trein, dat klopt. Oké. Was u opgelucht toen die schikking was bereikt? Ja, want ik was blij dat we dit dossier af konden sluiten. En dat we niet terechtkwamen in jarenlange juridische gevechten met Ansaldo Breda. Waarvan de uitkomst altijd onzeker is. Zo gaat dat met juridische zaken. En waarvan de kansen op succes ook zeker niet gegarandeerd waren volgens onze juristen. Daarnaast hoe groot was die kans op succes volgens jullie juristen? Op dat moment was het 50 plus. Welk moment noemt u nu? Op het moment van de schikking. Op het moment van de schikking, maart 2014, was de kans 50 plus. Meer dan 50%, ja. Waarom niet veel meer? De treinen zouden niet goed zijn. Die moesten terug naar Italië. Er was van alles aan de hand. Er waren vertragingen. Waarom was de inschatting niet veel meer? Wij zouden moeten bewijzen dat er sprake was van een breach of essential obligation. Mm-hmm. Dat was al de situatie ten tijde van ons besluit om te stoppen met het rijden van treinen. Op dat moment was de kans op succes volgens onze juristen 30-40%. Mm-hmm. De kans op winnen was toen nog maar 30% aanvankelijk. De kans op winnen was toen, toen wij de besluit namen, was het maar 30-40%. Omdat het juridisch gezien, gelet ook op het Mott-McDonald rapport, die zei die treinen zijn in principe qua ontwerp, afgezien van iets met laagspanning, die zijn goed. Maar de uitvoering is onvoldoende. En dan moet je tijd geven aan de leverancier om die treinen te herstellen. En de discussie was, hebben wij voldoende tijd en gelegenheid gehad om die treinen te herstellen? En gelet op het gebrek aan, eigenlijk performance van Ansaldo Breda, ook in de loop van de tijd daarna, namen hun kansen af. Maar een gebrek aan tijd om te herstellen, de treinen waren 5 jaar te laat geleverd. Was dat dan niet een voldoende reden om te zeggen, nou, we gaan deze strijd winnen? Nee, niet volgens de juristen. Er waren penalties voor late levering van Ansaldo Breda. Dat was 20% van de aankoopprijs. Die waren eigenlijk verbeurd verklaard. Dat was wel duidelijk. Maar we hadden contractueel geen verdere rechten om die treinen terug te sturen. Omdat u feitelijk altijd geaccepteerd had dat ze zo laat werden geleverd. Omdat we accepteerden uiteindelijk in overleg met Ansaldo Breda. Wij wilden ook samen. De inzet was. Ik snap. U gaat ik merk dat u een procedureel antwoord geeft. Terwijl soms ook mevrouw Bergkamp heeft daar af en toe wel wat moeite mee gehad. Gewoon antwoord op de vraag. En ik ben daar heel streng in. Ik wil gewoon een antwoord op de vraag. De treinen waren 5 jaar te laat geleverd. Je zou kunnen zeggen dat dat dus een reden zou kunnen zijn om een overeenkomst te ontbinden. Want dat is wel erg laat. Maar dan had u niet voldoende idee van dat u op basis daarvan die strijd kon winnen. Omdat u altijd die vertragingen had geaccepteerd. Zo hebben de juristen dat toch aan u verteld? Ja, en omdat het onze inzet was om met die treinen te gaan rijden. Daar hebben we ons voor ingezet. Ja, precies, ja? Precies. U heeft ook met mevrouw Bergkamp gesproken over die voortijdige overname. Was het niet zo dat die voortijdige overname, zoals juristen later zouden zeggen, uw positie toch wel danig heeft verzakt? Nee, want de koopovereenkomst die stond nog gewoon, dus dat had geen effect. Dus de juristen zeggen tegen jullie, het feit dat die treinen allemaal zijn geaccepteerd, die 9 treinen al overgenomen waren, dat dat gemaakt heeft dat uw juridische positie wat minder. Ik maak even mijn zin af. Dat de juristen u aangaven dat daarmee toch wel een probleem was, omdat die treinen al overgenomen waren, dat herkent u niet. Het feit dat wij treinen overnemen en met treinen gereden hebben is natuurlijk een juridische realiteit. Ja. Ja, dat veranderde niet de contractuele verplichting van Ansaldo Breda volgens de koopovereenkomst.
Dus uiteindelijk is het in het beeld van, nou, de treinen waren allemaal niet goed, dat lees je in de krant, hoop problemen. U zegt, aanvankelijk dachten we maar 30% winkans te hebben, later werd dat wat meer. Maar wat jullie in de weg heeft gestaan, dat jullie de vertragingen hebben moeten accepteren, om redenen die u aangeeft, want u wilde er uiteindelijk mee rijden. Ja. En u heeft die voortijdige overname geaccepteerd, want jullie hadden al 9 treinen overgenomen, ondanks alle openstaande punten met tracties, met remmen, met software, met alles. Jullie hadden ze overgenomen en dat heeft ook jullie positie niet sterker gemaakt. Kan ik dat zo samenvatten? Ja, het feit dat wij eigendom van die treinen hadden, was een realiteit, ook in een eventuele rechtszaak. Ja. U zat al in de directie van de NS bij die besluitvorming om die treinen over te nemen. Hoe kijkt u daar nu naar als u kijkt naar wat de winkanseninschatting was bij de schikking? Is dat nou handig geweest? We hadden concessieverplichtingen. Wij wilden gaan rijden in het belang van de reiziger. Wij vonden dat het haalbaar en verantwoord was. Niet alleen wij als directie, maar ook de bedrijfsonderdelen en alle andere specialisten in ons bedrijf. In dat hele proces is er ook extern verificatie geweest. Wij waren steeds van overtuigd dat het haalbaar en verantwoord was om te gaan rijden. Als we nu terugkijken, als we nu eerlijk zijn, natuurlijk is dat niet goed gegaan. Hè? We hebben treinen gekocht. Nee, natuurlijk is dat niet goed gegaan. Dat is niet wat ik vraag. Nee. Ik vraag, heeft nou specifiek het feit dat jullie treinen overgenomen hebben, jullie positie verzwakt? En hoe kijkt u daar nou specifiek tegenaan? Ik begrijp wel de inzet om die treinen te krijgen. Ja. Maar als ik het daarop focus, dan zegt u dat was achteraf gezien niet handig. Het feit dat wij eigendom hadden van die treinen maakte de juridische positie anders dan wanneer we geen eigendom hadden gehad. Ja? Maar we hadden bewust dat eigendom genomen voor de redenen waar we net over hadden. Wetende wat alle risico's waren, de openstaande punten, de problematiek, het feit dat Ansel de Brede eigenlijk al 5 jaar lang die problemen niet had weten op te lossen. Maar jullie waren er toen vanuit gegaan, die treinen moeten gaan rijden. En wij dachten steeds, op basis van de informatie die wij hadden, dat het haalbaar en verantwoord was om te gaan rijden. Ook 12 externe instanties hebben daarna gekeken. Die hebben dat ook bevestigd. Natuurlijk waren er problemen. Laat dat duidelijk zijn. Dat stuk is helder. En daar werd op geacteerd. Ja. U zei net, we hadden een consensuele verplichting om te gaan rijden. En daarom hebben we het gedaan. Dat zei u. Daar begon u net even uw zin mee. Want hoe zwaar woog nou dat feit dat jullie die concessie moesten betalen in dit verhaal om het over te nemen en uiteindelijk te schikken? Ja, wij voelden ons verplicht ook naar de reizigers toe om te gaan rijden met met treinen. En wel op een verantwoorde manier, laat dat duidelijk zijn. Die criteria hebben wij voortdurend toegepast en gewogen. Maar wij wilden gaan rijden met die treinen zo gauw dat uiteindelijk kon. En toen jullie begonnen met de onderhandelingen voor de schikking, hoe was uw gevoel op dat moment over de concessie? Ik bedoel, de hoofdrail naar de concessie? Of? Nee, de geïntegreerde concessie, of die in gevaar zou komen of niet. Kunt u daar iets over zeggen? Er was nog een heel proces wat gelopen moest worden tot en met de goedkeuring in de Kamer. Die uiteindelijk pas in, geloof ik, december vorig jaar, december 2014 in plaats vond. Het is een heel proces wat nog plaatsvond. Dat was uiteindelijk nog niet een compleet gelopen race. Ik vraag dat omdat het de commissie opvalt dat er in die hele bespreking van die schikking wel vaak naar boven komt dat die concessie zekergesteld moet zijn. Ik kan het 3 keer uithalen. Weet je, we gaan pas eigenlijk schikken nadat we duidelijkheid hebben over die concessie. Randvoorwaarden voor het verkrijgen van die concessie. Laatst staat het nog een keer in, weer een stukje verder, in november 2013. Er is een window of opportunity, we hebben zekerheid over de concessie. Dus het valt wel op dat die schikking eigenlijk wel een soort intrinsiek gemotiveerd werd, omdat er wel zekerheid moest zijn, randvoorwaardelijk, voor die schikking. Kunt u dat uitleggen? Nou, wij vonden die concessie wel heel belangrijk voor ons als bedrijf. U bent financiële man, concessie. Dat snap ik. Ja, niet alleen financieel, maar ook uiteindelijk voor de reiziger en alles wat dat met zich meebrengt. Dus we zaten ons voortdurend af te vragen, als wij hier dingen ondernemen, gaat dat eventueel ten koste van? Nou, de conclusie was nee, dat hoeft niet. We hebben ook uiteindelijk de schikking tot stand kunnen brengen voordat de concessie geregeld was. Maar uit de stukken blijkt duidelijk, het was randvoorwaardelijk. Ja, en er waren geen redenen op dat moment vanuit de concessieonderhandeling. U praat weer door mij heen. De schikking kan pas
uiteindelijk zijn beslag krijgen als we de zekerheid hebben dat de concessie wordt behouden. Dat maken wij op uit een stuk. En mijn vraag op u, aan u is, is dat zo? En u zegt, we wisten nog niks zeker, maar dat is wat de stukken ons laten zien. Nou, ben ik wel even benieuwd naar de reputatieschade van NS. Hoe zwaar heeft dat gewogen in de schikkingsonderhandelingen? Wij moesten een schikking treffen, die we ook vonden dat we die duidelijk uit moesten kunnen leggen naar alle stakeholders. Dus de reputatie van NS speelde ook een belangrijke rol? Het speelt altijd een rol om dat mee te wegen, ja. En hoe belangrijk was het dat de Tweede Kamer inmiddels een parlementaire enquête had ingesteld? Dat was een factor in die zin dat als die parlementaire enquête, waarvan we niet wisten hoe dat zou lopen en welke informatie erin naar voren zou komen, dat zou wellicht een impact kunnen hebben op onze kansen in een juridisch proces. Dus je hebt gewoon alle aspecten afgewogen. Nieuwe informatie die naar buiten komt, die dan je kansen kunnen versterken, maar misschien ook kunnen verzwakken in een juridisch proces als het nog jaren geduurd zou hebben. Dus al die aspecten samen zaten allemaal in één mandje waarmee u die afweging heeft gemaakt. Gaan we schikken of niet? Is die concessie veiliggesteld? We letten op de reputatie van de NS. Een risico zou daarin gelegen zijn dat er een parlementaire enquête komt en dat er feiten naar boven komen die misschien die positie kunnen beïnvloeden. En in hoeverre had de positie en de houding van de NMBS ten opzichte van Ansaldo Breda nog een rol? Nou, er waren ook operationele kanten, hè, aan treinen die op Watergraafsmeer stonden. Er waren juridische kanten van als NMBS nog met rechtszaken bezig zou zijn, zou dat ook ons, omdat wij veel van het werk deden ter voorbereiding en ondersteuning van NMBS, zal dat nog weer disproportioneel veel tijd van ons vragen. Het was in ons belang als zowel NS als NMBS tot een overeenstemming zou kunnen komen met Ansaldo Breda, om daarmee langdurige management aandacht, kosten, juridische gevechten te voorkomen. En wat was eigenlijk de financiële bandbreedte? Wat was de financiële bandbreedte die u had om uiteindelijk die schikking tot stand te brengen? De afspraak was dat ik zou, bij mijn mandaat was minimaal 100 miljoen terug. Oké. Okay. Dat was 125, had u goed binnengesleept? Ja. Oké. Okay. En die financiële bandbreedte kreeg u van de aandeelhouder of van de raad van commissarissen? Van allebei. Ja. Oké. Okay. Nee, ik moet het anders formuleren. Sorry, ik ben niet helemaal scherp, maar dat is ingewikkeld. ik moest uitkomen op een verlies van 100 miljoen. Oh ja, dus die terugkeer met van die het geld was. Ja. Ik kwam uiteindelijk uit op een verlies van 88 miljoen. Want ik had al, ik weet niet of het helemaal uit, ik had al 213 betaald. Ik kreeg 125 terug. Ja. En daarmee kwam ik op 88 miljoen uit als een nettoverlies voor NS, met nog een upside van 21. De 100 miljoen was mijn mandaat. En extra geld terugkrijgen voor die treinen, die 21 waar we net even over hadden, zat niet in mandaat. Hoefde niet. Het is extraatje. Okay. Hebben we er nog uit kunnen onderhandelen. Oké. Okay. En wie nam nou eigenlijk het initiatief om tot die schikking te komen? Wij hebben veel voorbereidingen aan gepleegd onszelf. Wie nam het initiatief? In parallel, laat ik het zo formuleren. Wij werden uiteindelijk gebeld. Wij werden gebeld door ABN AMRO Bank. En die werden ABN AMRO Bank? Ja, bijzonder, hè? En die werden ingeschakeld door een bedrijf Cassiopeia in Italië. En die waren ingeschakeld door Finmeccanica, de eigenaar van. Die had het initiatief genomen. Wij waren zelf met de afweging gekomen. Het is beter voor ons om te schikken. En we zaten tactisch te kijken van, gaan wij nu het initiatief nemen om ze te bellen? Of is onze onderhandelingspositie beter als wij door hen gebeld werden? Nou, er was een rumoer in de markt dat de vraag was wellicht naar die treinen ergens anders. Daarnaast was er arbeidsonrust bij Ansaldo Breda. En was er sprake in Italië van het eventueel verkopen van Ansaldo Breda door Finmeccanica aan een andere partij. Wij dachten, het is in ons belang als zij ons benaderen. Maar als ze dat uiteindelijk niet doen, dan komt er een punt waarop wij hen moeten gaan benaderen. En gelukkig belden ze ons al. Maar wij waren klaar. Twee zielen, één gedachte. Ja. Maar was u verrast dat het moederbedrijf belde? En niet Ansaldo Breda zelf? Nee, want die was in het proces ook om het bedrijf te verkopen. En het was logisch dat die het initiatief nam.
Nou, nam u uiteindelijk geen initiatief, maar u werd gebeld. Maar er was een moment misschien geweest waarop u dat had moeten doen. Maar inmiddels, tenminste al die tijd, is ook de NMBS nog een belangrijke partner. Als u nou een schikking zou treffen met Ansaldo Breda of met het moederbedrijf, dat al die treinen terug moesten, zou NMBS daar misschien anders over kunnen denken? Of als NMBS een schikking zou treffen, zou dat misschien weer ingewikkeld kunnen zijn voor de NS? Dus was het niet heel belangrijk voor de NS om ervoor te zorgen dat ook er rust kwam in de relatie NMBS-Ansaldo Breda? Dat was in ons belang, maar beide organisaties hebben hun eigen proces gevolgd om te komen tot een afhandeling met Ansaldo Breda. Blijkbaar was NMBS ook al eerder benaderd, maar de details daarvan weet ik niet. Het was zeker in ons belang om uiteindelijk, als er afspraken waren, dat NMBS het ook af zou kunnen ronden, dan konden wij het hele dossier sluiten en konden wij vooruit. Wat is een walkaway? Wat zegt u? Wat is een walkaway? Dat je het wegloopt van de onderhandelingen omdat je niet krijgt wat je minimale vereisten zijn. En in mijn geval was dat dus. Ik had maar een mandaat dat ik maximale verlies 100 miljoen. Als ik dat niet had kunnen bereiken, was dat een walkaway geweest. Mm-hmm. Wij hebben hem begrepen in de sfeer van NMBS. Hoe namelijk een afspraak met Ansaldo Breda, dat er ook een afspraak zou komen met de NMBS. Hoe zou die er dan uitzien? Nee, we hebben met Ansaldo Breda afgesproken dat ze NMBS zouden benaderen. Op dezelfde voorwaarden als wij. En dat ze probeerden daar ook een deal mee te doen. Dat was geen walkaway voor ons. Als er geen deal met NMBS. Het was een inspanningsverplichting, laat ik het zo formuleren. Om naar NMBS te gaan. Wij hebben NMBS ook de hoogte gesteld van wat wij bereikt hadden. En gezegd, dit is de deal die wij gedaan hebben. Ansaldo Breda gaat jullie benaderen om een vergelijkbaar aanbod te doen, waarbij eigenlijk het dossier afgesloten is. Wij konden natuurlijk NMBS niet verplichten om dat over te nemen. Nee, maar juristen worden altijd heel blij van contracten, zo ook deze jurist. En als ik het dan lees, dan denk ik, het lijkt wel een voorwaarde te zijn dat ze er goed uit, dat de NS er goed uitkomt. Dat Ansaldo Breda, moet ik zeggen, excuus. Dat Ansaldo Breda er goed uitkomt met de NMBS. Want eerder zou, zo lijkt het mij, mogelijk die schikking niet definitief worden. Klopt dat? Nee, het was geen ontbindende voorwaarde voor het contract. Oké. Wat zegt u hier vandaag? Het was geen echte voorwaarde dat eruit gekomen. Om het contact op te nemen met NMBS, maar niet om een deal te sluiten. Oké, okay, duidelijk. Hoe beoordeelt u het uiteindelijke schikkingsresultaat, als we het er helemaal over zien? Weet u, ik denk dat het uiteindelijk een goede uitkomst was. Als u kijkt waar we begonnen. Ja, we hebben voor meer dan 300 miljoen treinen gekocht. We hebben besluit genomen om daar mee te stoppen. En op dat moment waren onze juridische kansen minder dan 50%. Ja. Later waren juridische kansen meer dan 50%. Ik ben blij dat we het dossier af hebben kunnen sluiten. En dat we het merendeel van het geld terug hebben kunnen krijgen. Het doet natuurlijk wel pijn dat we nog 88 miljoen hebben moeten betalen. Ja. Laat het al duidelijk zijn. Maar gelet op de juridische positie en de consequenties om nog jarenlang in rechtszaken terecht te komen. En de eventuele uitkomsten. Vond ik dit een goede uitkomst. Daar heb ik ook steun voor gekregen van de aandeelhouder en ook van andere partijen. Ja. 88 miljoen, dat is al een flink bedrag. Maar dat zijn vast niet alle kosten van dit project. Kunt u eens in beeld brengen wat nou de belangrijkste kosten zijn geweest voor de NS van het mislukken van het VIRA-project? Uiteindelijk de grootste kosten zaten in dat we niet konden gaan rijden met de treinen. Dat we de reizigersopbrengsten die daarin die zouden komen, dat we die gemist mm-hmm. hebben. Als we teruggaan naar het businessplan, het financiële plaatje waar we het eerder over hadden. Uiteindelijk als gevolg van deze deal hebben we opbrengsten gemist. Het alternatief. Ja, hoeveel is het ongeveer? Gewoon nemen ze eens mee in de getallen. Het totale verlies was vermogensverlies voor NS was 340 miljoen van het uiteindelijk stoppen met de Vira. Als we door waren gegaan, want het normaal rijden met de Vira, die introductie is natuurlijk misgegaan, dat was duidelijk. We moesten stoppen met het rijden van de treinen. Als we weer door waren gegaan met Ansaldo Breda en als die treinen weer hersteld zouden zijn, had dat ook tot vertragingen geleid.
En die financiële kosten waren hoger dan het eigenlijk stoppen. Maar dan toch even terug. Heb ik het goed begrepen dat zo een beetje voor de kosten voor de treinen die uiteindelijk vervangend waren voor de Vira's, dat die huur daarvan ongeveer 65 miljoen was? U bedoelt de tractie die we later gehuurd hebben? Nou, daar zit een heel programma in. Ja. We hebben onmiddellijk... Met onderhoud 84 miljoen. We hebben daar onmiddellijk dus vervangende treinen neergezet. Maar die hebben niet volledig de Vira vervangen. In het alternatieve aanbod komt er in de loop van de tijd... komt er nog een verhoging van de frequentie. En komen er ook nog nieuwe treinen binnen op een later moment... Ja. Die 200 kilometer per uur gaan rijden. Maar als we naar de kosten kijken, dan zegt u... is natuurlijk gederfde omzet. Ja. 88 miljoen kosten het in eerste instantie. Dan noem ik even dus die 65 en die 84, maar onderhoud moet altijd. Maar hoe hoog waren eigenlijk de totale kosten van het inhuren van externe? Denk aan consultants, advocaten. Waar moeten we dan aan denken op dit totale Vira-project? Dat heb ik niet scherp. U bent de financiële man. Hebben niet precies bij wat ik wel weet. Ongeveer? Ik weet niet wat die externe zijn. Ik 1 weet miljoen, wel dat 10 miljoen, 20 miljoen? Ik weet het niet. Nee, dat weet ik niet. Okay. Nee. En de onderhoudswerkplaats Watergraafsmeer, heeft dat nog extra kosten gehad omdat het klaargemaakt moest worden voor de Vira? Maar wordt nu gebruikt ook voor het alternatief. En daar moest weer wat voor veranderd worden? Of kon daar, u zo... moest ook weer, daar moest natuurlijk ook weer het totale vermogensverlies, hè, zoals ik u aangaf, van het besluit om te stoppen. En dat betekent, daar zit dus in dat we nieuwe treinen hebben moeten bestellen. Daar zit in de vertraging van bepaalde opbrengsten. Die later zijn gekomen dan we oorspronkelijk gepland hadden. Daar zit ook in... Het klaarmaken voor de werkplaatsen voor alternatieve treinen. Dat totale vermogensverlies voor NS was 340 miljoen. Ik zit nog even te kijken, hè, want de getallen die ik ook voor me zie... En dat was en zonder nogmaals, de ik ben de jurist en u bent de financiële man, dus we gaan het in het rapport helemaal netjes uitwerken. Maar als ik zie dat er natuurlijk een garantiekapitaal is geweest, 291. Er is een lening geweest, 162. Er is een uitstel van betaling geweest, omdat nog niet echt aan alle verplichtingen kon worden voldaan. Dan kom ik op zo'n 772 miljoen. Dat is toch wel een beetje twee keer zoveel als wat u zegt. En ook een aantal keer zoveel als het beeld dat is dat het allemaal 88 miljoen kost. Ik kom bijna op 800 miljoen uit. Oké, maar dat kan ik uitleggen, want we zitten hier even... Ja, leg het uit. Appels met peren te vergelijken. Want wat ik u als 340 miljoen schetste, was het resultaat van het besluit... om te stoppen met Vira ten opzichte van een base case... dat we zouden gaan rijden met de Vira. Dus het was eigenlijk een delta. Het verschil tussen twee business cases. Rijden met de Vira versus stoppen met de Vira. Ja. En die 340 herkennen we ook wel. Dat kon niet meer. Ja. Als u kijkt naar wat zijn nou de totale verliezen geweest... voor NS over deze hele looptijd tot de start van de nieuwe concessie. Want daarna is het in de nieuwe concessie meegenomen. Dan hebt u gelijk, dat is een bedrag van bijna 800 miljoen. Okay. En daar zit inderdaad dat garantiekapitaal in, die leningen in. Ja. En ook nog weer uitgestelde betalingen die we moeten doen voor de concessiefinancier. Ja. We willen ons publiek niet verliezen, maar het is toch altijd wel belangrijk... om een beetje een beeld te krijgen van de kosten. Maar dat was dus over de hele looptijd vanaf zeg maar 2000. Ja. Oké. Okay. Ik kijk even naar mijn collega, de heer Elias, of hij nog aanvullende vragen heeft op dit punt. Een paar vragen. De eerste is over die NMBS. Zo even in het vooroordeel met de voorzitter. Zou een uitspraak in een rechtszaak tussen NMBS en Ansaldo Breda niet altijd nadelig voor de NS zijn? Ik bedoel, als de NMBS zou winnen, dan zou de NS dat ook hebben kunnen doen. En dan had NS onterecht betaald. En als Ansaldo zou winnen, dan zou het beeld kunnen ontstaan dat de NS ten onrechte van de treinen af wilde en de concessie gewoon had kunnen uitvoeren. Dus in beide gevallen zat het niet lekker voor de NS, toch? De positie van NMBS was sowieso natuurlijk anders dan die van ons. Wij hadden een concessie en wij hadden treinen afgenomen, zoals we al eerder besproken hebben. Zij hadden geen concessieverplichting. Hun situatie was gewoon anders, ook vis-à-vis Ansaldo Breda. Ook hun juridische positie was niet... identiek. Maar vastgesteld kan wel worden dat de Belgen daar aanmerkelijk gunstiger uitgesprongen zijn dan de NS. Ja, maar die zaten in een hele andere situatie. Ja. Ik had nog één vraag over dat kabinetsbesluit van 7 juni waar u het eerder over had. Kijk, alles hing met alles samen. Ja. Voelde u toen ook niet het comfort toen dat besluit genomen was dat die deal er dus gewoon zou komen?
dat u de concessie op het hoofdrailnet via het kabinet eigenlijk min of meer binnen had van 2015 tot 2025 op dat moment? Dat was niet 100% zeker. Wij hadden de hoop dat dat inderdaad zo uit zou komen, omdat we een goed voorstel uiteindelijk ook voor de reizigers gedaan hebben. Maar een concessie is pas zeker nadat die formeel gegund is en daar moest nog heel veel voor gebeuren. Maar u voelde zich toch een stuk comfortabeler met het besluit dat de ministerraad die dag nam dan 2 weken ervoor, toen er nog niks lag. Nou, we denken in ieder geval dat stoppen heel slecht, dat doorgaan met de V250 heel slecht geweest zou zijn. Daarvan waren we overtuigd. Dat was de belangrijkste conclusie die we trokken. We moeten gewoon stoppen en we moeten met een alternatief komen. En hopen dat dat acceptabel genoeg is en dat daar dan ook voldoende draagvlak voor is, voor dat alternatief, om ons ook uiteindelijk de concessie te blijven gunnen. En dan heb ik tenslotte nog de vraag. U zei met grote nadruk, wij rijden veilig of wij rijden niet. U heeft nog een belangrijke rol te spelen bij de NS. Hoe kijkt u er dan op terug dat wij feitelijk hebben moeten vaststellen dat er die 16 januari onveilig gereden is? Die conclusie kan ik niet voor mijn rekening nemen dat er toen onveilig gereden is. We hebben hier vastgesteld, maar goed, ik wil niet herhalingen vallen, maar in één zin. We hebben vastgesteld dat op de 15e die plaat is afgevallen. Dat getuigen die het kunnen weten zeggen dat is een gevaarlijke situatie. Daardoor kan een plaat tussen de wielen komen en kan een trein ontsporen. En onder die gegevens heeft op 16 januari een Vira-trein gereden. Dat is dan toch dat is op dat moment onveilig geweest. En ik vraag aan u, u bent op de 17e pas op de hoogte gesteld. Er zijn allerlei vragen over gesteld. Maar hoe beoordeelt u dat feit? Vanuit dus de kracht waarmee u zegt we rijden veilig of we rijden niet. Dat was op die dag niet het geval. Die conclusie neem ik niet voor mijn rekening. Dat gesprek zult u moeten hebben met de heer Siebes. Welke interventies toen gepleegd zijn? Geen. Er is een schouw geweest met een trein die en weet u op hoge snelheid reed. Weet u zeker, bent u ervan overtuigd dat er geen interventies door wie dan ook bij NS gepleegd zijn of door HSA gepleegd zijn om zeker te stellen dat die treinen daarna veilig konden rijden? De heer Siebes heeft hier verklaard dat er op hoge snelheid de eerste dag gereden is, de 16e, dat er op de 17e die plaat gevonden is en dat in de tussentijd die treinen gereden hebben. Maar heeft hij toen geen interventies gepleegd om zeker te stellen dat er veilig gereden zou kunnen worden? Daar kan ik u op dit moment geen antwoord op geven. Misschien moeten we die vraag aan hem stellen. Ja, dat lijkt me goed, ja. Ik laat het hierbij. Ik denk dat we dan ook nog wel de vraag stellen of iemand de Thalys nog geïnformeerd heeft. Dat er mogelijk ergens een plaat ligt terwijl de Thalys met 300 km/u eraan komt. Ja, maar daar zijn ook normale procedures voor. Waar ProRail in de infrabeheerder bij betrokken zijn. En in zo'n geval, normaliter, en ik neem aan dat het hier ook gebeurd is, maar zoals gezegd, die feiten zouden dan vastgesteld moeten worden. De infrabeheerder stopt het rijden van treinen, stelt vast of er platen op de rails liggen, want het kan niet zo zijn dat er gereden wordt terwijl de platen op de rails liggen, dan wordt er geïnterveneerd en pas daarna worden treinen weer toegelaten op de rails. Dat zijn de normale procedures. En ik moet zeggen, ik ben er persoonlijk van overtuigd dat, omdat die veiligheid zo belangrijk is, niet alleen de NS-mensen, maar ook de infrabeheerders op dat moment dat soort interventies gepleegd hebben. Want het kan niet zo zijn dat we niet veilig rijden. Dat snap ik. Alleen u begrijpt dat wij aan iedereen die vragen stellen. Omdat iedereen wel zegt, we gaan er vanuit, we gaan er vanuit, we gaan er vanuit, we gaan er vanuit. Maar het feit dat wij die vragen stellen, geeft ook aan dat wij niet in de documentatie, en we hebben veel gekregen ook over dit punt, niet kunnen opmaken dat er een interventie is geweest, waardoor niet de volgende dag meteen is gestart met die volle snelheid van zowel de Vira als de Thalys. Dus dat is de reden waarom wij die vraag steeds stellen. Nee, ik snap die vraag. Dat snap ik. Dus in de complexiteit zullen wij er absoluut voor zorgen dat wij dat antwoord uiteindelijk krijgen. Maar ik heb nog één antwoord van u nodig. En dat is namelijk, de slotvraag heeft nog een antwoord nodig. Dat is, heeft u in de periode dat u nu werkzaam bent op dit project, kijk, ik focus me dan even op het project voor de V250. Signalen gekregen van onregelmatigheden, fraude en dergelijke? Nee. Helemaal niet? Nee. Oké. Dan dank ik u voor dit verhoor. En daarmee sluit ik dit verhoor. En gaan wij om 1:30 verder met het volgende verhoor. Dank u wel. Dank u wel.